Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Nature you've never met before. Jungle excursion with native guides. Traveling by dugouts to waterfalls. Moving from the bustle of modern urban life. Bird watching and the greatest fun to enjoy. All this joy we have in Suriname. Come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. Dark mysteries of the jungle, breathtaking rivers and the natural rapids. Be introduced to traditional cultures. Overnight camping, so exciting. Waking up early by singing birds. Bathing in nature, relaxed and refreshing. Fishing in rivers are great talents, as you've heard. All this joy we have in Suriname. Come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. People of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. All this joy we have in Suriname. Come on and join me on the trip of a life. Ja, een hele goede avond aan alle standvaste luisteraars. Mensen, mijn naam is Sing. En ja, van harte welkom. Alle standvaste luisteraars die afgestemd zijn op deze zender. Mensen, het is 5 januari 2021. En ja, we hebben een beetje... Ja, de studio die wordt helemaal opgekalefaterd, mensen. En ja, het moet ook gebeuren, weet u. Dus ja, ik ben een beetje laat. Weet u, dat soort dingen. Ik ben al gruwelijk altijd laat en dat soort dingen. Maar je moet ze de ruimte geven om het een en ander in orde te maken. Dus ja, sorry daarvoor nogmaals mensen. U hebt kunnen luisteren naar een stukje dat ik uitgekozen had. Weet u, met betrekking tot goud en al dat soort dingen. Omdat het een beetje actueel is nu in Suriname. Met betrekking tot... al die illegale activiteiten van goud en dat soort dingen. Dat speelt. Het is vreselijk moeilijk nu in Suriname, mensen, met betrekking tot dit soort zaken. Want ja, u moet niet vergeten hoe Suriname in de financiële malaise is geraakt. En je wil geld halen bij bona fide, hè? En om malafide organisaties, maar bona fide organisaties, dan gaan die mensen eisen stellen. Mensen gaan eisen stellen, dat moet je luisteren, kijk nou. Jouw land,
die gaat op de blacklist komen te staan. En ja, wij gaan geen geld in jou investeren. Isabi mensen, kijk. In Suriname houdt men het angstvallig stil. Dat die NRA, National Risk Assessment, sinds juli vorig jaar moesten er bepaalde zaken al naar buiten komen. Maar ja, niemand zegt wat. En ja, Fino Sabi, en ja, pas in mama in Rotterdam's donge tactiek, des aan die zin, dat soort dingen, weet je. Dan is het een ver van je bed show. Dus mensen, het is heel vervelend. Maar als je geld wil lenen bij bonafide bedrijven, dan gaan ze eisen stellen. Als je wil praten met de IMF, dan gaat de IMF ook. Kijk, vooral als men weet dat, ja, we hebben een vorige regering gehad met Bouterse aan het roer. En die Bouterse heeft gewoon de IMF opgelegd. Er komt een crisis- en herstelplan opgeschreven. En is dat niet de IMF die stort een eerste tranche van dat geld. Want IMF zou ze iets van 500 miljoen, dacht ik, in die trend door mensen houden met de goede lenen om uit de financiële malaise te komen. Maar ja, je ziet dat de mentaliteit van ons in Suriname vreselijk vervelend is. En wat zie je? De man kies aan money, de man jama money, de man doet in zand, zegt dat we moesten doen aan money om dat land uit de crisis te halen. En ja, de tweede trans is uitgebleven, ja. Je schreef wel een plan, dacht, ja, ik ga dan dit doen, dat doen. Dan zeggen ze, oké, goed, dan mijn keur op plan, boom. Dan ga dat maar doen en ik kom kijken. Je neemt maar kies aan niet, man, belazer de boel. Dus nu, als je weer op de stoep staat, dan zeggen ze, oh ja, hebben we Suriname? Ja, wat gaan we doen met Suriname? Ja, dan hebben we een probleem, mensen, want ja, moet je luisteren. Dit is een beetje vervelend om te zeggen tegen Suriname, maar tegen een instantie like IMF gaan ze zeggen, wacht die. Zelfde hoopje stront, gewoon andere vliegen. Zelfde hoopje stront, maar andere vliegen. Dus ja, je zal een hoop zaken moeten gaan verduidelijken, hoe of wat. Want het vertrouwen in Suriname is kwijt. Suriname heeft niemand meer. En wat krijg je? Kijk. Een van de beste handelingen die deze regering gepleegd heeft. Want ik kijk niet lokaal naar de Zandati, want ja, Surinamers hebben dat eigen land verpest en vernietigd. Ja, dus je zit er maar mee. Het is een keuze van jou. Weet u, je Bouterse is niet aan de macht gekomen door een staatsgreep. Nee, na Surinamant ik dit toevoet, na dit toe anu, de man wakago, de mango stem, net tapo, toe lazy. En hij noemt klagen van resultaat. Ja? Dus, Basuku Bafeni Bachari. Maar waar ik het over heb, van wat ik geweldig goed vind van deze regering, is dat ze met de Paris Club praten. En ja, wat de hel is Paris Club? Ja, Surinaamse mensen. Van je leg de man dat uit. Angre keerde nou, want ja, die mannen hebben hun toekomst vernietigd. Die mannen hebben hun toekomst opgevreten. En hoe is dom. Andere keer een probleem. Nak ding. Want ja, wat de hel heb ik met persclub te maken? Mensen, kijk nou. Als die mensen jou willen ontvangen, ze leggen niet de rode loper voor je uit. Nee. Maar ze zeggen, oké, je kan je verhaal komen doen. Dat wil zeggen de persclub. Als je kijkt wat voor gerenommeerde landen daarin zitten, die zeggen, oké, kom maar praten. Nou, Oesaluku. Want je weet toch, IMF, je moet dat ding goed begrijpen. Suriname geeft een bepaalde contributie aan de IMF. Afgelopen zondag heb ik je laten zien. Ze naar mij tak over vaccinatie, die zien dat in de Sanat. Ja, maar ze naar nog paar jaar niet. Valikaring, een contributie voor WHO. Hoe ga je dat ding kunnen krijgen dan vaccinaties? Ja, dan gaan we toch rechtstreeks kopen. Ik wens je veel geluk, ga maar kopen. Weet u. En dan krijg je dat ding van, kijk, als je ziet dat al die inkomsten van Suriname besmet zijn, dat goudinkomsten is besmet
op een paar na, hè, net als I Am Gold en Newman. Dat zijn die twee waar Suriname zo'n beetje aan hangt. Daarom je ziet dat andere gedeelte, dat goud, wat er door particulieren wordt gewonnen, je kan het dichtmaken, gewoon, want je verdient daar niks aan. Ja, bepaalde figuren wel natuurlijk, Isabé. Maar wat heb je eraan? Je krijgt er als natie niets van. Ineens, het gaat net een paar kleine, ja, vijmoestak in, jongen, Isabé. Gewoon een paar Surinaamse mensen die daar rijk van worden. En dat land zit daarmee, Isabé. En ja, als je dat hoort. Want ik heb dat boek ook gelezen door mensen van die Jeroen Trommelen over Goto. Ik heb ook dat boek gelezen van Ellen Vriesde. Weet u, hoe Suriname gewoon geplunderd en kaal geroofd is. En ja, het is heel triest, maar ja, dit is Suriname. Je kan er niks aan doen, Isabé. Maar deze landen, als je wil, Suriname zal zijn reputatie hoog moeten gaan houden weer. En ja, het is wel goed dat deze mensen zeggen, oké, ik kan contact naar UNO. Maar deze mannen, al hoe je het keert of draait, Brunswijk gaat ter sprake komen. Weet je mensen, dus ja, Brunswijk is een handicap voor deze regering. En ja, het gaat hem niet worden, Isabé. En dat dit hangt van Surinaamse mensen af zelf. Je hebt een verkiezingsuitslag genomen. Je hebt een verkiezingsuitslag bepaald. En ja, dit is eruit gekomen. Maar dan weet je dat ik kan dat zeggen wanneer. Het gaat om niet worden, mensen in Suriname. Je kan het gewoon vergeten met Brunswijk erbij. Anai Woko, Isabé. Dus 5 jaar moet je niet veel verwachten. Weet u, die reputatieschade, die zit er nog. En deze regering, het hangt als een blok aan zijn been. En ja, Fayodo, Isabé. Dus wat dat betreft zijn de berichten somber. Met betrekking tot vooruitgang naar Lissandati in Suriname. Het gaat er niet van komen, mensen. Isabé. Even kijken hoor mensen, naar een paar apps hier zo, wat ik heb. Dan kan ik verder gaan met mijn gewauwel. Ja. Goedenavond meester Sien. De beste wensen in het nieuwe jaar en succes in het leven. En met uw programma. U ook, dank u wel. Het lukt me niet altijd uw programma te volgen. Waarom duurt het zo lang voordat het op YouTube staat? Want boem, nieuwjaar is dan vast. Ja, ik heb daar geen invloed op, hoor mensen. Ik zou zeggen, bombardeer de redactie daarmee. En ja, dan gaan ze het uploaden. Meneer Singh, wilt u dit SVP voorlezen? In de laatste uitzending had u gezegd dat u vanaf dit jaar weer mochten bellen. Maar mooi niet, u begon zondag al later en we konden niet appen en u liet ons ook niet bellen. We moesten 2 uurtjes naar dat oud nieuws blijven luisteren. Hoe vindt u dat zelf? Onderling klaagt men al over u. Ja, mensen, klagen is altijd goed. Maar moet je luisteren, sommige dingen heb ik niet in de hand door mensen, Isabé. Dus mijn excuses nogmaals daarvoor, ik probeer het. Maar kijk nou, dat inbellen is niet erg hoor, Isabé, ik kan u laten inbellen. Maar voor mij, u moet niet boos worden wat ik ga zeggen, Isabé. Als je inbelt en het heeft een bepaalde toegevoegde waarde, graag, weet je. Maar ja, als je gaat inbellen, nou, dus dan dat hij daar, haal je me helemaal van me apropos. Ja, dan, ik heb daar wel moeite mee hoor, zeg ik eerlijk, Isabé. Voor mij zeg ik inbellen, ja. Wees daar voorzichtig mee, mensen, Isabé, nou, de one dat hij.
Want vele mensen vinden het ook storend, hè? Want ze luisteren liever naar wat ik te zeggen heb dan dat er telkens naar de telefoontjes moet naar die man dat die. Dus ik moet daar nog goed over na gaan denken, hoor. Dat zeg ik u eerlijk. Weet u, ik heb die apps en je kan me appen. En dan vind ik het makkelijk en leuker zo, Isabi. Maar nogmaals, ik ga het overwegen, Isabi, over dat inbellen. Even kijken, hoor. Ja, ik heb hier zo een ding, hè, meester. Zou u wat kunnen vertellen over Akimboto? Hij heeft zich teruggetrokken uit de NDP. Ja. Ja, mensen, wat moet je daarover vertellen en zo, ja. Een van de tweede mensen van de NDP die weggaat. De eerste was, hoe heet hij, Misikaba. En nu Akimboto. Maar bij Akimboto, ja. Wat moet je erover zeggen, mensen? Kijk, nou, die man heeft... hoe heet dat ding? Dat ding van Alcoa. Alcoa, hè. Heeft hij een vreselijke rol daar zo moeten spelen. Want als je nou kijkt, hè. Ik ben hier niet op voorbereid, Isabi. Die actie is soms aan. Maar goed, even kijken, hoor. Luister, die meneer Akimboto, die kwam van Grasalco, mensen. Ja, hij zat bij Grasalco. En hij is vaker geconfronteerd. En niet hij dan, Grasalco is vaker geconfronteerd met allerlei corruptieschandalen. Vreselijk veel diefstal van goud. Ja, heeft er plaatsgevonden. En die meneer Akimboto was daar directeur van. Weet u. De laatste, in 2019, meen ik dat er, in februari, nee, in mei was dat, ja, in 2019, was er weer een gouddiefstal bij Grasalco en ja, steenslag, die jongen... Je kan het niet begrijpen, hè? Tonnen steenslag gaan weg van Grasalco. Niemand weet waar het is. Dat bedrijf heeft geen administratie. En dan wanneer het in de krant komt, dan eist meneer, Akimboto, dat de krant het dan gaat rectificeren. Weet u, want het is niet zo. Oké, dan moet je Nederland wezen, mensen, daarvoor. Weet u, want hier zo, de NOS had daar een stuk aan gewijd, maar... Ik kan het niet terughalen, anders zou ik u het laten horen. Het begint al in 2013. Ja? 2013, bijna 155 kilo goud raakt Grasalco kwijt. Gelden raken kwijt. En ja, niemand weet wat. Weet u. En dan krijg je dat ding van, ja... mensen... Het is heel vervelend, hoor, dat ding van Akimboto. Want ja, je ziet dat de NDP zijn mensen gaan opofferen. Hè? Want NDP maakt zich op voor, regeer mag weer. Hè? En dan ja, moet je je ontdoen van mensen, net als Misikaba. Want kijk, van Misikaba werd er gesteld, dat, ja, voordat hij vertrok als minister, vlak voor de verkiezingen, had hij geld weggehaald. Uit de pot dat bestemd was voor mensen van de sociale dienst, Isabi. En ik hoef u niet te zeggen, mevrouw Amafo, Nyamamonifu, Wanlosma, op de ministerie van Sociale Zaken, mevrouw Christine Polak, ook al geld verduisterd vandaag. En meneer Misikaba ook. En dan zie je van, ja, kijk... Als het de NDP-leiding dan jou niet wil ondersteunen daarbij. En ze gaan je opofferen alleen maar om andere mensen te beschermen. Dan heb je een probleem. En vandaag is het de beurt van meneer Akimboto. Hij kan zeggen, hij kan verklaren alles. In alle talkshow gaat hij allerlei mooie dingen doen. Maar meneer Akimboto is betrokken bij een hoop corruptieschandalen bij Grasalco. Ja.
Tot in Nederland hier zo had de NOS. Maar dat werd vanaf 2013 en mensen goud gestolen, plus geen royalties afgedragen aan de, hoe heet het, de Centrale Bank van Suriname. Maar ja, mensen, 2013, Isabi toch, nou, hoeft dat het best doen. Dat, en 2013 bouwden ze met Brunswijk samen, ja, aan de macht. Dus ja, er gebeurden rare dingen. En ja, zolang de man is aan de macht, dan ja, wat ga je doen? Je kan zeggen wat je wil, maar het gaat hem niet worden, weet u. Dus er gebeurden een hoop dingen bij Grasalco. En Lukuno Isabi, zolang de man is in het politieke arena, waarbij ze beschermd worden, niks aan de hand. En dan met bescherming bedoel ik, kijk, we voeren en de regering in Dekuno, omdat de regering de meerderheid heeft, de coalitie. Vandaar dat je ziet dat dingen als de coalitie en mensen als Simons nooit gefunctioneerd hebben. Als ik een boekje open doe van Simons, Jennifer Geerling Simons, om in de mandatie voeren, voesernang, je schrik je rot. En je weet toch mensen wie ik ben. Ik heb papierwerk om het aan te tonen, Isabi. Het is heel triest, maar ja, ik heb u al gezegd in het begin van, moet je luisteren, kijk, Bouterse is niet aan de macht gekomen door middel van een coup. Ja, hij is daar zo aan de macht gekomen, omdat Nasmapot in dat Libisma tik den toevoet aan de toe aan Gostem den tapo. En dit is het resultaat. Jij kan kosi, kan vloek, ik kan doen alles aan die, weet je. Tak ja, maar ja, ibo sitting, ja, kondre ne city. Neen wang toe na 3 jaar. Nooit. Nooit. Want daar je op tjeningere gedachte abi Isabi. City, tak je zit sani, want tak je, tak ja. Ja, ik ga met de persclub praten, maar goed, tak aan Lazard. Waarom? Binnen Suriname kan je niks doen. De politie functioneert niet, de militaire defensie functioneert niet. En die mannen weigeren gewoon om hun taken uit te voeren. Alleen mijn barit is dat meneer Amoxi moet optreden, moet optreden. Maar waarom treedt meneer Amoxi dan niet op? Dat moet je je vragen, weet u. Hij is minister van Justitie. Vraag je, stel de juiste vragen van, moet je luisteren. We zien een hoop gebeuren in Suriname en de politie treedt niet op. Ja. Ja, dan vraag je je toch af, we hebben toch een minister van Justitie, waarom treedt die man niet op? Dat zijn de vragen die tegenwoordig bij een hoop mensen spelen. En ja, mensen, hoe zit het? Weet u, ja, maar moet je luisteren. Je zit niks naar Brunswijk. Je kan zeggen wat je wil, de ABOP. Dat gaat hem niet worden. Maar, het is jouw land. En jij bepaalt. En als jij voor zo'n constellatie gekozen hebt, ja, wie zijn wij om jou te zeggen dat het niet behoeft naar de mandatie, Isabi. Maar nogmaals, mensen, kijk nou, als ik je laat zien van dat ding van, hoe heet die, meneer Akin Botto, dan moet ik alleen denken aan één ding, ja, Calotti. Want jij moet je luisteren, mensen, nee, voer zomaar 150, 155 kilo, go to town. Is dat of voer, als dat de. Moet je nagaan, even jouw smintie zakken. 20 kilo smintie doe je niet, look op bigia zakken de. Dan moet je nagaan, 155 kilo. Hoeveel zakken zijn dat dan? Weet u? Nou, bijna, om en niet. En ja, je takbaar goud, nou, dat is dat. Ja, ben ze Calotti? Zijn ze Calotti? Weet u, dat is de vraag die je moet stellen. Weet u, want ja, iedereen had het destijds over Calotti. Nou, dat is, maar ja, niemand weet waar het om gaat. Weet je, even kijken hoor mensen. Ja, weet u, kijk nou,
Als je praat over Kalotti, dan is Kalotti het best uit te drukken door één persoon. En dan, ja, we hebben het over goudsmokkelen, mensen, want ja, vooral de president kon dat, tak, ja. Die berichten blijven hardnekkig na. Dus dan, ja, het is geweldig onderzoeksjournalistiek dat je niet zomaar onderuit kan halen. Dus dan, man, zijn goed. Tinnen af field go onderzoek naar de one dat die dus mensen. Wees daar voorzichtig mee met je uitlatingen. Maar, nogmaals, kijk, Kalotti mensen. Dan laten we die verbanden leggen met Sergio Akinboto en Kalotti. Dan weten we dat. Ja? Theo si Sani, die het over Kalotti. Dan moet je deze man horen, ja? Ja, mensen, Dubai, wij hebben het over Dubai, weet u, is toch prachtig, weet u, om dat dingen, hoe heet het, en dan vraag je je af, takieren, oké, wat is dat ding, wat is het verhouding van Kalotti en, hoe heet het, en Dubai, Isabi. Dat is de vraag die je moet stellen. Weet u, maar ja, voordat je die vraag stelt, wil ik toch nog iets aan u laten horen. Weet u, want ja, ik vind dat belangrijk. Even kijken hoor. Voor mensen, want die apper heeft me helemaal over mijn stuk gehaald om zo'n vraag te stellen. En de dingen, even kijken. Hier zo, Kalotti, ja? Wat we merken is dat er sinds het begin dat aangekondigd werd dat Kalotti hier zou investeren, er onduidelijkheden waren van wie de partners zijn met wie mede geïnvesteerd wordt hier in te landen. Die informatie is ook hier in het parlement gevraagd. We hebben tot de dag van vandaag geen gedegen antwoord gekregen. Dus wanneer je dan ook verneemt internationaal dat zo'n bedrijf in opspraak komt vanwege voornamelijk bron van waaruit zaken betrokken worden, van waaruit ze hun inkomsten halen, of dan roept het ook vraagtekens of alle procedures in acht worden genomen, ook in Suriname, waarbij de centrale bank die
controle zou moeten uitvoeren met betrekking tot goudexporten. Dus een zorgpunt blijkt en ik denk dat wederom deze kwestie hier aan de orde zal komen, zeker tijdens de begrotingsbehandeling volgende week, omdat we zien dat Kaloti een soort bijna alleen recht verkregen heeft om de goudexporten van Suriname te doen, behalve de grote goudondernemingen en andere goudbedrijven. Ze hebben hier in het land geïnvesteerd en ze zijn tijdens 2013 bezig, maar de exporten, daar zullen we kijken. Daarom die formele vragen worden gesteld aan de regering. Als je kijkt naar wat ze eigenlijk aan te bieden hebben, bent u daar voorstander dat ze wel de rechten krijgen om hier goud te exporteren? Nou, het gaat om een raffinageproces. Het is ook een, laten we zeggen, toch wel een professioneel proces. En ik denk dat getracht was geworden om ook andere bedrijven die hier, goudbedrijven die hier opereren, om hun te binden om alles via Kaloti te laten gaan. Dat is niet gebeurd, dus ik denk dat die ruimte gelaten moet worden aan ook andere bedrijven om te mogen concurreren, dat is zo. Ja, mensen, dat was meneer Gayadin destijds, ja. Maar nogmaals, dat gedoe van Kaloti en Alessandri, ja, is leuk. Even kijken hoor. We gaan naar deze meneer luisteren. Dit is meneer Andoyo. Hoe heet die? Andoyo, Rusland, ja. En hij gaat ook, er zijn vragen gesteld met betrekking tot, dit bedrijf Kaloti, dat in Suriname is gevestigd. En ja, u weet toch, destijds deed Grasalco ook aan goudwinningen, mensen. Noem ik grap naast aan dat hier, ja. Dus Grasalco deed niet alleen aan steenslag, Grasalco deed ook aan goudwinning. Maar, moet je luisteren, even money, I go to Lassie. Ja, als steenslag en Lassie. En jullie directeur, meneer Akimboto, je kan dat niet verklaren. Dan ga je alle renons. Ja, dan ga je kamers hangen, er komt een onderzoek. Maar ja, er is nooit wat uitgekomen. Dan moet je je toch gaan afvragen van wat er hier zo speelt. Weet u. En dan, ja. Er is destijds een bedrijf aangenomen in, door deze meneer Boutersen. Om in Suriname te opereren. En dat bedrijf was Kaloti. En die heeft dan alleen recht gehad, weet u, om dan goud te verschepen. En daarom had ik er zo'n de pest aan deze mevrouw. Hè. Kijk, die hier in Nederland woont. Want zij heeft een kans gehad. Kijk, die vrouw van Boutersen, die mevrouw Ingrid Waldering Boutersen, die had de mevrouw hier aangeklaagd in verband met diamantsmokkel naar Dubai, weet u. Dit was de uitermate geschikte kans voor ons hier zo, om een goede zaak voor te bereiden en alles te exposen. Maar ja, je weet toch hoe wij Surinamers zijn. Wij gaan meer over de smeuïge details. Roddelpers, Isabel, je wil je niet inzetten om juridische feiten naar voren, nee. Ja, die zijn wakker, dat die om een verhouding, dat soort dingen interesseert ons. Ja, dan ben je een kans kwijt, want ja, als deze mevrouw het lef had om een Nederlandse, andere Surinaamse vrouw in Nederland woonachtig aan te klagen, en ja, je gaat je deze kans niet benutten om de Surinaamse natie te helpen, te beschermen, om te laten zien van inderdaad, er wordt gesmokkeld naar Dubai, weet u. En je kan dat niet aantonen, ja, dan, ik vind dat heel erg hoor, en zo weet je, dat je dat niet kan doen, Isabi, want ja, met een beetje klein, een beetje research, die kan je zo lijnen uit Suriname ontbloten, Isabi.
Kalotti mensen, meneer Andoyo, Rusland, hè? Voorzitter, een ander onderwerp brengt ons naar Kalotti. Voor het verkrijgen van goed zicht op financiële stromen uit de goudsector heeft de regering de expertise van Kalotti ingeroepen. Gevraagd is naar de credentials van deze organisatie. Overigens terecht, als je met de organisatie in zee gaat, moet je weten wat de credentials zijn. Wij vermelden u dat Kalotti geaccrediteerd is door de Dubai Good Delivery Refinery, als ook door de Hong Kong Mercantile Exchange. Kalotti hanteert voorts Dubai Good Delivery en LBMA Good Delivery standaarden. Dat is de London Bullion Market Association, van welke organisatie in Londen Kalotti ook het lidmaatschap heeft verkregen, als ook het lidmaatschap van de International Precious Metal Institute in New York, de New York Mercantile Exchange. Voor uw informatie. Met betrekking... Ja, hier geweldig mooi, die credentials van hun. Maar ja, wat deze meneer niet gezegd heeft, was dat hele leuke ervan. Er is een VN-rapport, toch? En ja, moet je niet bij Suriname wezen. Want ja, waarom zo'n minister dan de waarheid verbloemt? Dat is een hele kwalijke zaak, weet u. En dat kan toch niet, weet u. Even kijken hoor, mensen. Dit heeft deze meneer nagelaten om aan de Surinaamse gemeenschap en in het parlement te zeggen. United Nations documents reveals concerns that Dubai is the main destination for millions of dollars of conflict gold leaving the Democratic Republic of Congo. An investigation found the illegal gold was being reused and resold around the world. CCTV's Nick Harper sent this report from the UN headquarters in New York. The United Nations report dates back to December 2011, but it has only recently come to light. According to details published by The Guardian newspaper, it says that the UN monitored a Pakistani businessman who was traveling to the Democratic Republic of Congo. They say that on numerous occasions he went to the city of Goma to meet with the former army general turned rebel leader Bosco Ntaganda. And they say that while the businessman was there, he was representing a Dubai company. Another piece of evidence that the report's authors say points to the fact that Dubai has become the main location for conflict gold leaving the DRC. They say that in 2012 alone, 3 tons of gold was smuggled across the border into Uganda, where it was then laundered. Of course, the United Nations is well aware of the problems that the DRC has faced over the last 2 decades. Around 5 million people are thought to have died, and the UN has its largest peacekeeping presence anywhere in the world in the DRC. Well, as for the Dubai companies, 2 of them that the UN spoke to say that they no longer take any gold that has come from the Great Lakes region. But the worry is that this gold is ending up in more illegal outlets, ones that cannot be regulated quite as well. So it's ending up in some of Dubai's marketplaces. And all of this is a big worry for the international efforts to try and stop the sale of conflict gold leaving the DRC. America, the EU and the UN is pushing for much tighter regulations. They want all of the world's refineries to be independently audited so that they can show that their gold has come from legal sources. Nick Harper, CCTV, at the United Nations in New York. Ja, mensen. Hier kan je niet omheen, toch, Isabi? United Nations. Maar get ready for Dubai, weet u. Nog meer grap. Dan gaan we dat, Isabi. Je moet dat dingen. Maar ik vind het heel erg, hoor, van Surinaamse mensen. Dat mij klagen over slavernij. En als je ziet wat er in Congo gebeurt. Hoe mensen daar slavenarbeid verrichten. En een paar leiders daar zo. Hoe heet het? In Congo. Die mensen, hun eigen mensen uitbuiten. Weet u, en ja, je ziet niemand gaan
protesteren om te zeggen, hé, wacht hier nou. Moet er niet een beweging opstaan, Black Lives Matter? Weet u, nee. De hel met dat ding, Isabel McDemma Worko. En wat zie je in Suriname gebeuren, meneer Misikaba? Gaat een reis maken naar Dubai. Hij is zo onder de indruk van Dubai. En ja, wat denk je dat hij gaat doen? Ja, al die rommel, weet u, van goud naar de wand, dat die wordt daar besproken. En edelstenen naar de wand, dat die, ja. Wanneer hij terugkomt, is hij onder de indruk en van dingen. En hij denkt van, ja, hij leeft in een wanwereld, de mensen. Want hij denkt van, ja, oké, okay, het gaat goed gaan. Isabi, dat maakt niet uit. Maar dat Surinaams goud kan daar zo naartoe verscheept worden. Maar je ziet toch, Grondtapo is hij, is dat niet. Wanneer jij denkt dat men niets weet en niets ziet, niets hoort, ja, ja, heb je het glad mis, Isabi. In Suriname heeft men dingen, safe city toch. Het gaat... Nou, dat is niet die potinkie toch, weet u. Dan leg je aan, nou, je wordt afgeluisterd, je wordt bespied met camera's en al dat soort dingen. Weet u, mensen, dus ja, jij moet niet zeggen, dat ja, hé, weet ik wat, Tori, en ja, het blijft binnenshuis. Dat is niet waar, mensen, Isabi. Nog een klein stukje over die Conflict Gold, weet u, van Dubai. Weet u, maar dat bedrijf Kalotti, hè. Wat in Suriname ook opereert, waar die Bouterse heeft aangewezen als monopolist in Suriname. Om dat goud van de illegale Isabi wordt dan bij elkaar geschrapt. Naar de wanden. Je hebt het gehoord in dat reportage. Toch? De man op de concessie. De mektras maar brokken in Tapu en elke week of elke maand moeten ze een bepaald gram aan die man overdragen. Dus hij wordt slapend rijk. Ja. Het is heel mooi om te horen. En ja, heel lovenswaardig voor die meneer. Weet u dat hij dat gewoon open en bloed durft te zeggen. Weet u, ik zou voorzichtig zijn, vooral met dit soort moordenaars in Suriname. Mensen, Conflict Gold, we gaan luisteren. Now, Karl Marx once wisely observed that while gold and silver may not naturally be money, money is by nature gold and silver. Gold is also present in devices like mobile phones. But how to ensure that money spent on a phone doesn't end up funding armed groups involved in atrocities like killing civilians or mass rape? Not very easily is the short answer, especially if the gold you bought went through Dubai. A former partner of Ernst & Young has told Newsnight he audited the biggest refiner there and found clear breaches of international rules designed to stop the trade in so-called conflict gold. After his firm, slogan Building a Better Working World, turned a blind eye, he resigned, taking his story to the campaigning NGO Global Witness, who passed documents to Newsnight, Al Jazeera and The Guardian. Andy Verity's been investigating. Forget blood diamonds. Is the gold on your finger, round your neck, or in the circuitry of your smartphone tainted with blood? In the Eastern Congo, abusive armed groups exploit more than 400 gold mines. Extracted under harsh conditions, it's smuggled out in pockets and plastic bags across porous borders to Uganda and Burundi, out to the rest of the world. And unlike these pale imitations, it could be sold to you with no trace of its origin. Millions of people have died in Eastern Congo from this war, and the war is in large part funded by minerals, including gold. The risk of conflict gold entering the supply chain, entering Dubai and entering the global supply chain, is extremely high. We've learned that auditors from Ernst & Young found that Dubai's biggest refiner, Kalotti, was clearly failing to carry out all the proper checks on its gold supply. They alerted the regulator in Dubai, but the regulator changed its audit procedures. That allowed the most serious findings to be hidden from the gold-buying public, and Ernst & Young's managers went along with that. The partner who led the audit isn't happy about it. He's resigned and gone on the record to tell me why. I wouldn't be able to live with a decision like that. I wouldn't be able to come back home at the end of the day and look at my children in the eyes.
Dubai has turned itself into an extravagantly glamorous destination for business people and holidaymakers. According to Global Witness and the United Nations, it's also a big destination for conflict gold. With about a fifth of the world's trade in physical gold, that's an image Dubai doesn't want. So Dubai's metals regulator, housed in the Almas Tower, adopted international standards. To show traders were checking their gold supply thoroughly, there'd be a third-party auditor to check up on them, someone respectable like Ernst & Young. Refiners, those who melt the gold down into bars or other forms, are the choke point in the supply chain. They have a really important role to play. They must carry out checks all the way up the upstream part of the supply chain back to the mine to find out what the conditions of extraction were, whether the gold has funded conflict, and what's happened along the way. A year ago, Ernst & Young's auditors came to this Kolotti refinery in Sharjah to see how carefully it was checking up on its suppliers or not. Kolotti's managers hadn't bargained on how thorough the audit team would be. During the course of the audit, we started discovering severe and disturbing findings, such as cash transactions of over than $5.2 billion by one refiner in 1 year. We found that there were about 4 to 5 tons of gold bars, coated silver, smuggled out of Morocco, arriving in Dubai, declared as gold, as well as failure to verify the sources of high-risk gold. One supplier had even been linked indirectly with armed rebels in eastern Congo. And later, Kolotti told them that paying for gold-painted silver was normal. To the auditors, it was the worst sort of breach, classified as zero tolerance. Ja, mensen, ik kan zo door blijven gaan, hè, maar voor mij is dat UN-rapport belangrijk van dingen van Dubai, waarin gezegd wordt van dat deze bedrijf, waarmee Suriname ook is dingen. In zee gegaan, weet u, mensenrechten schendingen. Want ja, kijk nou, je hebt die goudwerkers op dat concessie van die man. En dan maak je zijn goed toe, dan put hem bij elkaar. En dan, er wordt geen belasting betaald. Ja, we weten dat die mensen op de goudvelden onder erbarmelijke toestanden werken. Niet alleen in Congo, ook in Suriname. Weet u, als jij rapporten laat zien aan Surinaamse mensen. De meitegi, de zwergi, dit is geen Suriname, is niet waar. Weet u, buitenlandse officiële instanties, hè? Weet u. Die man, hoe heet die, Ramdin, die minister van Buitenlandse Zaken, had een gesprek met de State Department van Amerika. Nou, als jij ziet die country reports die mannen maken, waar in Suriname openlijk naar buiten komt, mensenhandel, kinderarbeid, weet u, echt slavernij, slavernij zeg ik je. Isabi, go take you once a man. Hij begrijpt het niet, hij weet het niet, maar het staat er duidelijk hoe Surinaamse mensen omgaan met anderen op, in de goudvelden, isabi. Mensen, ik zit hier hoog en droog hoor, mooie verwarmende studio, isabi, buiten is het vreselijk koud. Begrijp je? Dit is Suriname. En als je je ogen sluit ervoor, you know, aan zing, je zegt, jongen, dit is aan mij, klop, jongen, dit is aan dat. Ja, is aan jou. Weet u, Isabi, waar weet jij? Wat weet jij eigenlijk een beetje af van de wereld? Niets toch? Weet u, je ziet dat Suriname in zee gaat met Kolotti en je kan daar niks over zeggen. Omdat je niet op de hoogte bent, je weet het niet. Maar we praten wel. Ja? We gaan inbellen, we gaan van alles doen en dat soort dingen. Maar ja, je weet het niet. Weet je mensen? Meneer Preek, vaarlijk jaren, nou, dat is aan dat niet. Maar ik heb een bepaalde kijk op zaken. Weet u dat de doorsnee Suriname niet heeft? Snap je? En ja, dan komt het een beetje moeilijk over. Want ja, wat is daar zo moeilijk aan dan? Ja. Je begrijpt dingen niet. Je neemt begrepen hoe dingen werken in Suriname. Is toch
uit de boze zoiets. Isabitaki, we hebben een president in Suriname die zich verlaat op dit soort activiteiten. Je gaat duidelijk in zee met bedrijven die mensenrechten schenden en het zich niet druk maken. Ja, if dit is van de meneer Alubutu. Is ook doodgeschoten, toch? In 2019. Op een groot veld. Een man bij Goezoek in Brede. De man Kieren, toch? Weet u, hij de man in het parlement. Allemaal weer Anisamang. Weer Rauwpangi. Koning in het parlement. Het is wel nonsens. Maar ja, hij is dood. Weet u. Laat meneer Akinboto vertellen, toch? Waar die corruptieschandalen die ik aankaart. Weet u, of die dingen op waarheid berusten, dan kan ik met tegenargumenten komen en papieren overleggen van hem. Ja, papierwerk, mensen. Weet u, helemaal hier. Je moet niet vergeten, die mensen van de NOS, die zeggen niet zomaar nonsens, hè. Is NOS, ja. Ga maar kijken. 6 februari 2013... Dan schrik je rot om te weten wat die mannen gepubliceerd hebben over Suriname. Goud gestolen, geen royalties, afgedragen aan de sanity. Weet u. Daar begon het. En het is nooit veranderd. En je ziet toch, de NDP maakt goed gebruik van deze man. Ze maken vreselijk goed gebruik van hem. En hij is niet vies daarvoor. Weer nog zo'n figuur, hè? Meneer Dodson. Ja, Usabitak, ja. Hij maakte een zoete bon. In Voerskroophoornang en alles wat in Suriname. Meneer Akinboto was met steenslag bezig. Maar meneer Dodson met schelpen, Isabi, schelpendief, in het parlement gezegd hoor, Anomi, Itaki. Maar kijk maar, voor Kalotti. We gaan luisteren. De samenwerking en een Kalotti Mindhouse Suriname, dat moeten we op een ander niveau gaan plaatsen nu. Dus dat wordt nu geëvalueerd? Dat wordt geëvalueerd. Strikt formeel is het nu, dus de staat Suriname heeft wat percentage, ik dacht 10% in Kalotti. Maar het is zo dat Kalotti een enorme spin-off kan betekenen voor onze goudsector. Omdat zij de juiste equipment hebben voor niet alleen de goudzuivering, maar ook het opvangen van kwik en allerlei milieustandaarden. Dus ik denk dat dat een zekere win is. We zijn nu bezig met Kalotti samen, de regering is bezig met Kalotti samen om te kijken hoe verder met het bedrijf, hoe verder met de taken die waren toebedeeld aan Kalotti. Dus ik denk dat heel binnenkort er veel meer buiten zal komen over hoe verder met Kalotti. Maar dat het voordelen heeft voor onze economie, dat is zeker. Ja, mensen, het heeft voordeel voor de economie. Dus dat is zeker. Maar ja, het heeft ook voordeel voor de economie van Congo. Daarom dit nooit ik op vooruit, weet u. Maar wie zijn wij om dit soort dingen te gaan zeggen? Het is een minister geweest en net als minister Akinboto. Dan ga je afvragen, denk ik, ja, maar er is toch een anticorruptiewet, jongen, ook Bangalono, Isabel. Suriname heeft daarvoor gezorgd, toch? Weet je, mensen. En die anticorruptiewet kan toch in werking worden gezet tegen dit soort mensen? Want het is benadeling van de staat. Ja, toch? Weet je, dus ik zeg van, moet je luisteren, kijk. Bouters heeft zo'n prachtige... Hoe heet het, wet gemaakt? Tijdens een periode hoor, mensen, Isabi. Maar je vraagt je één ding af van waarom niet? Waarom functioneert dat ding niet? Weet u, laten we een stukje luisteren waarom het niet zou functioneren. We gaan luisteren, mensen. Een goed voorstel. Voorzitter, we zitten met een systeem in Suriname. Niet alleen dat we een klein land zijn, maar het systeem is namelijk... waarbij in het rechtssysteem er verschillende personen, verschillende stakeholders, verschillende actoren komen, waardoor het inderdaad soms heel moeilijk is om voldoende bescherming te kunnen geven. Dus als we dat weten, als we weten dat er loopholes zijn, laten we even naar kijken hoe we die extra bescherming kunnen geven. Voorzitter, dan hebben we een mooie wet en u gaat een verslag hier in DNA vragen en u gaat aan het eind van het jaar, er is geen enkel melding gekomen. En dan gaat u zeggen, er is geen corruptie in het land. Dus laten we ook naar dit aspect kijken, voorzitter.
Ik ben helemaal eens met het voorstel van het geachte Matura, waarbij bij definitie van corruptie ook moeten nagaan. Iemand hoeft geen enkel voordeel te hebben, maar er is iemand die schade toebrengt aan de staat. Hij heeft geen voordeel, maar kan wel schade toebrengen aan de staat. Dus laten we even naar kijken, toebrengen van schade aan de staat, of dat niet ook opgenomen, zonder zichzelf te beoordelen. Schade, niet alleen schade aan de staat, maar schade aan derden ook. Ja, dus. Ik heb wel even een vraag daar, dus wat stelt u voor? Omdat als u geen voordeel heeft en niemand anders heeft voordeel, en u als minister doet beleid en iemand vindt dat u schade heeft toegebracht aan de staat, dat is een is dat corruptie? Dus daar moeten we inderdaad over nadenken. Ja, dus uiteraard moeten we rekening houden. Het kan ook beleid zijn, verkeerd beleid, dus, maar is dat corruptie? Ja, kijk, voorzitter, je kan op een gegeven moment, iemand is bezig met zijn vergunningsaanvraag, dus heeft alle projecten al ingediend en noem maar op. En ten onrechte wordt het project bijvoorbeeld aan iemand anders gegeven. De persoon heeft helemaal geen voordeel, maar wordt wel schade toegebracht aan een derde. Dus laten we er naar kijken. Als het te moeilijk is, kan het in een vervolgfase zijn als we die wet beter willen maken. Maar die dingen gebeuren, voorzitter, waarbij schade toegebracht wordt aan derden. Het is in elk geval duidelijk wat u bedoelt. Ja. Ja, maar we doen er verder niks aan. Ja, het is duidelijk, maar wij doen er totaal niks aan. Dus dat ding werkt niet, mensen, Isabi. Maar met dit soort gasten, inom denk je dat de lauw. Weet u, want ze zijn niet gek. Weet u, om zichzelf te gaan bekladden. Ook om ik wel lobet. Even kijken hoor, mensen. Ja, oké. Okay. Dus je hebt een wet. En ja. Het werkt niet, mensen, in Suriname. Het is prachtig, maar ja, die parlementariërs zelf weten niet wat ze hiermee moeten, weet u, mensen. Dus ja, kijk, wanneer je hoort dat meneer Akin Botto nu ook de boot heeft verlaten van de NWP, ja, dan moet je goed op je kwevive zijn. Mogen plek vaarlijk, Isabel, van waarom doet hij dat nou? Ja, Grasalco onder zijn bewind heeft nogal veel corruptieve zaken onder zijn hoede genomen. En deze zaken zijn, omdat hij dan directeur was, dat komt dat ding op zijn bordje. En mensen lukken aan de kant toch, dat je jongen, tonnen met grind. Je kan het niet verantwoorden, want het is weg. Tonnen, zeg ik je, Isabi. Weet jij hoeveel vrachtwagens grind weg zijn? Onder het bewind van meneer Akin Botto. Daarom van Boutersen, want hij was, Akin Botto was loyaal aan Boutersen om die corruptieve handelingen te plegen op Grasalco. Want Grasalco maakte geen wens. Die mannen. Daarom jij hier nu een president die zegt, takkie, moet je luisteren. Je hebt zoveel parastatale bedrijven. Maar die mannen maken geen wens. Nou, maar neem ik wens. Vandaan. Of wat? Weet u, SLM maakt geen winst, Torarica maakt geen winst. Ik kan zo dingen noemen, Telesuur niet, waterleiding, IBS. Ja, IBS is een grote puinhoop. Weet u, ik heb u afgelopen zondag een beetje een hint gegeven. Dat, ja, je ziet Brunswijk, die zie, hij gaat een vreselijke scheur in zijn broek krijgen. Weet u, want ja, dat is van IBS. Als er een magistratelijke rechter is in Suriname. Want ja, mensen als Kenneth Vasseur, mensen, het is gewoon Tjillinger is Sabik, maar toch Samsadabe, weet je, als je die dingen. Ik ga uit van die BDO, ja, is een accountant die ook in Nederland, Europa gevestigd is. Weet je, als je zijn rapport leest, ja, het spreekboek delen mensen. Dus ja, kijk, meneer Akin Botto gaat, als hij geen bescherming vindt bij de dingen, NDP gaat dit ergens anders moeten zoeken. Is net als Misikaba. Als later komt te blijken. Weet u, ik zeg niet dat het zo is. Maar Isabi toch, mensen, gossips worden later werkelijkheid met de NDP. Eerst is het gossip dat Misikaba geld heeft meegenomen voor zijn vertrek als minister. Ja. Als het later blijkt uit onderzoek dat het zo is. Ja, dan moet Misikaba beschermd worden. Als die corruptiegevallen onderzocht worden van meneer Akin Botto
En de NDP laat voor stek gaan en zeggen, wat moet je luisteren, kijk naar Jubedonf, Komberibono toch. Voor de desanditie, jij was directeur, jij bent verantwoordelijk, ja. Maar je hebt me toch gevraagd om het dat te zeggen. Je hebt mij tot directeur gemaakt en je vond dat ik dat moet komen doen voor jou. Ja, bewijs het maar. Bewijs het maar dat het zo is. Ja, dan hang je. En het is goed. Mensen moeten leren dat aan het tekenen van functie, dat je dan het slaaf bent van degene die jou een functie heeft gegeven. Kijk maar naar dingen. Die mevrouw Fossiel, Farnas. Als dat straf moet toch? Hoefde dat is vrij. Weet u samen, de inhoud van Trix Dong. Zelfde. U mekiet rond governor. Ja, mooi man. Isabi. Dat gaan we doen. Ja, maar je moet wel dit en dat doen. Nee, maar een governor, if you make me like governor, kan jij mij niks meer zeggen. Ik ben een onafhankelijk bestuursorgaan binnen de staat Suriname. En ja, dan heb ik bepaalde plichten. Ik heb ook rechten natuurlijk. En ja, maar jij komt het beleid niet bepalen. Ja, maar je bent gewoon een poppet on het string. Ja, dan moet je niet klagen, mensen. Weet u, dat is dat vervelende. Even kijken hoor, mensen. Oké. Dat is even intern. Goedenavond, meester Sien. De allerbeste wensen. Leuk om weer naar uw gehoor te luisteren. Goed zo. Amoxie kan niet optreden omdat hij niet gesteund en ook ondermijnd wordt door zijn partijleider Brunswijk. Goed, Sila. Meester, kunt u een volgende keer wat over Jennifer Simons vertellen? Alvast bedankt. U gaat schrikken. Calotti Open Surinam's First Gold Minery. Mooi zo. Jullie zijn op de hoogte. Even kijken hoor. Meneer Singh, denkvermogen van Surinamers gaat niet verder dan 164.000 vierkante kilometer van Suriname. Even kijken hoor. Hier zo, meester Singh. U begint vaak te laat. Goed zo. We moeten wachten. Ook mooi. Ook kunnen wij niet meer inbellen. Vroeger maakte het programma nog indruk, tot in Suriname. Nu niet meer. Ik hoor alleen maar geklaag om me heen. De mensen vinden nu het inbelprogramma van Liane en Paul heel prettig. Samen praten, ja. Dat kan, maar ik probeer een ander draai aan mijn programma te geven, mensen. Meester Sien, in hoeverre kan het waar zijn dat Adien zegt dat er op oudejaarsavond op zijn huis is geschoten? En er was vuurwerk in zijn huis. En ook zijn vrouw en kinderen hier van Rijswijk, ja. Meneer Dingen is ook zo'n geval die opgeofferd wordt, mensen. Door de NDP. Het is moeilijk hoor, met hem. En zo weet je dat er... Er is ook geschoten een tijdje. Terug op dat huis van mevrouw Simons, hè. Het was om en nabij. De periode van het ding van de Alcoa-kwestie, toch mensen? Is er ook op zijn huis geschoten, weet u. En je weet toch, deze mensen, die houden het angstvallig geheim. Ze willen je niet zeggen, Isabi. Kijk nou, want trouwens, er is een hele lijk gevonden vlak voor dat huis van dingen. Ja, de politie is dan kort krachtdadig bezig. Weet u, dat krijg je wanneer je te snel wilt praten. Maar van alle 550.000 mensen, de man komt er ook in visje of zo, dan moet het iets zeggen toch. Maar je weet toch, dit soort dingen komen niet naar buiten. Weet u, van moorden en noem maar op, en schietpartijen en dat soort dingen. Weet u, maar ja. Je ziet dat er een hoop mensen door de NDP worden opgeofferd. Je hebt je diensten bewezen, oprotten nu. We hebben je niet meer nodig. Er staan een hele batterij jonge lui die ook net als meneer Dodson allerlei diefstallen willen komen plegen. Net als meneer Misikaba ook allerlei criminele activiteiten willen uitdagen. En ja, meneer Akimoto ook. En ja, je kan deze jonge lui, die staan te popelen om de NDP te komen dienen, niet tegenhouden, mensen. Ze geloven jou niet en ze worden gebrainwashed. En dan ga je dit soort problemen krijgen, ja. Isabi, wat je
Kijk, deze mannen waren jongelui. Die binnenkwamen, Misikaba, Akimboto, Dotson, ja, Patrick Pengel ook. Maar deze mannen, wat is er van hun geworden? Wij kunnen elke dag over ze praten, hoe ze geknoeid hebben, weet u, in Suriname naar de Filistijnen hebben geholpen. Weet u mensen, ze gaan de geschiedenisboeken in, wani no wani. Je kan dat verbieden, je kan van alles doen, maar wij gaan er blijven praten over dit soort mensen. Isabel. En ja, als we nadien, het is wel erg voor zijn vrouw en zijn kinderen, maar hij had zich rekenschap moeten geven dat kijk, wanneer je meegaat met dit soort criminele organisaties, wat ik de NDP altijd genoemd heb. Hè. Gewoon een criminele organisatie. En dan, kijk, je moet niet praten weer, Surinaamse mensen, je moet voorzichtig zijn. Want kijk, er is een definitie gegeven over iets wat je een criminele organisatie noemt. Jij weet niet wat dat definitie is. Je weet het niet. Weet u, is internationaal. Is er een definitie gekomen van hoe je dat... Dan moet je zien dat de NDP als politieke organisaties er veel aan doet en overeenkomsten heeft met die definitie. Ja? Ik moet altijd terugdenken aan die Dino Bouterse. Toen hij zijn vader appte en we dat app terugzagen in die pleitnota van die aanklagers in Amerika. Weet u? Hij stuurde een app naar zijn vader. We hit the jackpot. Is zo erg, hè, mensen. We hit the jackpot. Weet je. Dat kwam in zijn aanklacht te staan ook. Weet je, als bewijsmateriaal. En dan moet je nagaan. Wat was die jackpot? Gewoon diplomatieke paspoorten verkopen aan terroristen. Weet je, om vanuit Suriname een soort roversal te maken, ja. Wat moet je met dit soort dingen, mensen? Kijk, als je dat weet, dan weet je dat je je vingers niet aan de NDP moet verbranden. Al hoe jong en dom je bent en naïef. Weet je, want ja, dat wil zeggen, je leert niet. Je leert niet van het verleden. En ja, ik begrijp dat in Suriname men altijd gaat zeggen, ja, achteruit spiegel en dit en dat. Weet je, ja, ik heb nooit een auto gezien. Nog met een vooruitspiegel. Dus als je vooruit wil gaan, heb je altijd je achteruitspiegel nodig om vooruit te kunnen gaan. Weet je, dus weet wat je zegt. Even kijken hoor. Meester Singh over mensenrechten in Suriname. Die bestaan daar niet. Agenten plegen misdrijven, schieten zomaar mensen neer. Het verkeer is een puinhoop. Ook mensen worden uitgebuit. Cubanen moeten te hard werken en vele uren om aan een loontje te komen. Suriname doet aan slavernij, Rabinder. Ja, dat van die politiemensen, zeg ik je eerlijk, is vreselijk erg. Weet u wat daar zo gebeurt? Maar ik kom er straks op terug, mensen, over dat van de politie. Meester Singh Brunswijk vindt dat zijn 31 kinderen recht hebben op privileges van de staat. Dat kan niet natuurlijk. Je kinderen hebben privileges van de staat. Wat voor nonsens is dat? Als journalisten vragen stellen, zeg hij, kom mij geen gekke dingen vragen. Wat vindt u hiervan? Ja, moet je luisteren. We hebben die man gekozen, toch? Igaman, ongeveer 10 stemmen, PL. Die heeft hem nog erbij geholpen, al dat soort dingen. En je wist dat die man niet normaal is. Ja? Je moet die man accepteren zoals hij is. Het is niet goed. Het is niet goed, maar ja, hier, hè, dit is hem. En ik zeg je, je kan iemand uit het bos halen, maar je kan het bos niet uit iemand halen. Dat kan je niet. Ik wens je veel succes, weet je. Meester Singh, Akimboto en Misikaba zijn opgestapt van de NDP, want ze weten dat Bouta moordenaar elk moment gearresteerd kan worden. Ja, ik heb daar een hard hoofd in, weet u. Even kijken hoor. Wie we hier hebben. Oké. Okay. Beste meester Singh, nog iets over de politie, het politieapparaat. Een kleine 2 maanden geleden heeft de politie na een tip op vliegveld Zorg en Hoop een partij drugs onderschept
de piloot gearresteerd. Toen bleek dat die drugs van een hooggeplaatst persoon was. Is alles weer teruggegeven. Nooit meer iets van deze zaak gehoord. Ja. Ja, ik ken dat zaak, weet u, de politie, mensen. Kijk nou, vandaar dat je ziet dat deze regering probeert te komen met een hele, gehele nieuwe arrestatieteam. Hè? Want ja, die mannen gingen hun macht. Het arrestatieteam van Suriname heeft zelf drugs onderschept, mensen. Weet u, er is een zaak geweest daarover. Ze hebben iemand aangehouden waarvan ze wisten dat die drugs ging vervoeren. En ja, op die procesverbaal, op de procesverbaal die werd ingevuld, heeft men een heel ander aantal kilo's opgeschreven. Dat is dat in beslag is genomen. En ja, de verdachte, die verklaarde heel anders van, ja, maar ik had niet zoveel, ik had veel meer. Ja, je vraagt je af van, ja, moet je luisteren, kijk nou, de man grabiek, maar waarom ga je zoiets een verklaring maken? Maar ja, je weet toch dat die stroommannen die erachter zitten, die gaan zeggen van, wacht, dat is naar je boring, daarom is hij niet gek, die drugscourier. Hij zegt gewoon openlijk de waarheid van, moet je luisteren? Nee, ik had niet zoveel kilo's zoals er op staat, er was veel meer. Toen zijn men die politieagenten gaan onderzoeken, ja, bleek dat ze dat hadden achterover gedrukt. Wat is uw mening over dat programma van Iwan Botse? En het idee dat het van NDP bolwerk is, ja. Ik weet het niet hoor, mensen daar, met dat soort dingen. Meester, vandaag is Bordeaux benoemd tot beleidsadviseur. Het is toch leuk dat soort dingen. Weet u waarom? Kijk nou. Dit soort mensen, die moet je ontmaskeren, toch? En nou in bekoin, dat ik niet meer een zoeken functie, mijn wanneer, nog een politieke carrière, nog Isabi, mijn wanneer, weet je. En nu? Je nog bij wanneer, toch? Mijn tromming, weet je. En nu begrijp je dat ding, toch? Van kijk, zeiden met de regering, mensen als Bordeaux en mensen als Belfort, ja. Ja, moet je luisteren, dan ga je dit soort dingen krijgen. En wij gaan erover praten, want ja, jij hebt ons dat ding gegeven. De reden gegeven om te zeggen, want hij noemt hem kong in het publiek. Weet je, van ja, moet je luisteren, kijk nou, mijn zoeken functie, mijn wanneer, mijn disnaar, alles er zijn, weet je. Ja, en nu iedere man benoem je tot beleidsadviseur. Ik wens dat ministerie veel geluk en sterkte toe, Isabel, want ja, moet je luisteren, kijk nou. Meneer Bordeaux heeft niet eens een boslandakte. En dan mijn aftegi, Isabi, heeft hij op zijn naam een boslandakte. Joël Bordeaux Martinez, bestuurslid van de ABOP, is benoemd tot beleidsadviseur op het ministerie van de regionale ontwikkeling en sport. Dit besluit is op 23 december goedgekeurd door de Raad van Ministers. Zijn benoeming is per 1 december 2020 ingegaan zonder dat hier rugbaarheid aan is gegeven. Heel mooi. Martinez zal enkele diensten voor het ministerie en het directoraat sportzaken adviseren nog, jongen. Mijn boy doet niks naar advies en ik zou het naast me neerleggen. Maar ik moet iets straffen. Even volgen advies voor meneer Martinez Joel. De benoeming geldt voor een jaar. Zijn honorarium is 12.000 SRD per maand. Mooi zo. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft in een missieve waar Star News de hand op heeft kunnen leggen, de goedkeuring meegedeeld aan minister Gracilia Emanuels. Gracia Emanuels, ja. Ja, mensen, zo gaat het in Suriname. Martinez heeft enkele keren meegedeeld dat hij geen enkele positie ambieert binnen de overheid. Hij heeft dit standpunt nu verlaten gezien zijn benoeming als beleidsadviseur. Ja, dat je standpunten verlaat, oké, prima. Maar moet je luisteren. Dan moet je je mond houden, weet je. Maar mensen, kijk nou, weet je. Tewan kuliman lik mi. Tewan zijn overbord. Dan wat ga je horen? Racisme toch?
weet u, racistisch. Je bent racistisch bezig. Ja, aan mij tak ook voor Bordeaux, weet u. Ja, ik weet het niet hoor, mensen. Weet u. Dus eigenlijk moet je je mond dicht houden. Even kijken hoor. Eerder was Martinez geschort door de partijleiding nadat hij publieke kritiek had geleverd. Zijn schorsing werd in oktober opgeheven toen het partijvoorzitter Stevens Friese president Ronnie Brunswijk te kennen gegeven dat de positie van Bordeaux ook in orde komt. Hij heeft deze belofte intussen ingelost. Ja, ja, belofte aan Bordeaux, maar hoe zit het met ons? Weet u, want ja, wij zitten ermee opgescheept. Je weet dat er niets los gaat komen bij benoeming van dit soort mensen als beleidsadviseur nog erbij. Weet u. Goedenavond, meester Singh. Aangezien de criminaliteit en corruptie in de Surinaamse DNA zit, is het misschien een idee om Suriname met een tralie symbolisch te omrasteren. Iedereen in Suriname is corrupt. Surivirus. Ja. Ja, ja, mensen. Beste meester, gezond ook in 2021. Hoe staat het met de sabotageacties tegen Chinezen? Bandenlekstekens, molotovcocktails, cocktails, houttransporten. Verbranden, afzender, sabotage. Jongen, Ibiga, Jari, Bakafé, saboteer, jongen. Amadis, jongen. Even kijken hoor, hier zo. Hij is momenteel aan het studeren op dezelfde universiteit waar Brunswijk heeft gestudeerd. Ik bedoelde Bordeaux. Ja. Het is triest voor mensen, laten we eerlijk wezen. Isabitaki. Dat men het niet doorheeft ook, hè? Van kijk, wat koop je hiervoor, weet je? Wat koop je nou hiervoor? Niets toch? Ik ga maar een functie, maar je weet dat die man niet gaat functioneren. Kijk, Brunswijk ook, hij functioneert niet, mensen. Al hoe je het keert of draait, hij functioneert niet, zeg ik je, Isami. Ja. Even dat ding van die Calotti afronden. Kijk, die Santoki geeft er een hele kluif aan om mensen te interesseren, landen, gerenommeerde, ja, gerespecteerde landen, zover te krijgen om te zeggen, hey, kan je niet een goed woordje voor me doen, weet je, bij de IMF om me te helpen. Jullie zijn de grootste sponsoren van de IMF. Weet je, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga daarvoor zorgen. Ja. En help me, want kijk, ik kan het niet alleen. Help ons. Ja, technisch. Assistentie. Hoe? Ja, laat een Fiat komen. Ja. Maar Santoki, die moet ook het lef hebben. En mensen, kijk nou, ik heb een grote mond hoor. Want ik heb je gezegd, ik zit hier hoog en droog. Binnen de studio van Stanvassen. Lekker verwarmd. Ik heb mijn drinken. Als je al die luxe ziet waarin ik zit, het is een lus om hier te zitten, weet je. Maar ik heb een grote mond. Ik zit hier hoog en droog. Santoki zit daar. Tot nu toe, om me niets maar een bedreiging. Weet je, mensen. Dus ik zou zeggen, Isabi, Amerika, ik dacht, komt de mens om slice, Isabi. Kijk, ik begrijp dat. Maar ik kan ook vatten dat hij zegt van, moet je luisteren, nee. Ik ga technische assistentie vragen aan dit soort landen om me te helpen. Ja, de politie weigert zijn taak te doen. Luister nou, prachtig van jou dat je een hooggeplaatste militair binnenhaalt in Suriname om gesprekken te komen voeren. Mekaman de tapuskrikke ginemanisi. Weet je, dat is toch prachtig? Ik ben er geen voor. Er zijn een hoop dingen waar hij aan moet werken natuurlijk en dat soort dingen moet nalaten. Maar ja, daar zie je dat familierechtelijke band. Ja, het is niet goed en het interesseert me niet. En ja, de hel met dat ding, weet je. Maar dat beschadigt hem. En het is goed voor hem. Laat hij zichzelf beschadigen. Weet je, maar nou een biggie man. En als je dat biggie man in een man gebruik je verstand dat je bepaalde dingen als president niet kan maken. En je doet het toch, ja.
dan moet je maar op de blaren zitten, zou ik zeggen. Maar nogmaals mensen, sommige zaken vind ik perfect wat er in Suriname gebeurt. Met name dat ding van dat men deze landen binnenhaalt. En dat we niet met die soort loser landen in zee gaan, Isabi. Dat van dat goud is een hele moeilijk probleem. Als je ziet hoeveel NDP'ers concessies hebben gehad. Als je ziet hoeveel Palu mensen concessies hebben gehad. Want je moet de Palu niet onderschatten, mensen, Isabi. En natuurlijk hebben VHP'ers ook en NPS'er. Maar de man voor NDP, de man Adatip Samartje. Weet je mensen, is vreselijk en baldadig gesteld daarmee. Maar ja, dit is Suriname. Al hoe je het klaar... Je kan hier weinig aan doen, mensen, Isabi. Ik heb u gezegd, kijk, intern ga je het niet kunnen oplossen. Je gaat het alleen maar extern kunnen oplossen. En ja, dat is gewoon een buitenlandse mogelijkheid vragen voor hulp. En ja, en assistentie, technische assistentie. En allemaal is er nou Bari? Ja, natuurlijk dat Bari. Maar ja, Imre Kudeman zei Bari. En zei Disma, die ander gaan aanzetten. Want meestal de neer doen, de nak dit potiwang, de minder bedeelde, de man zijn nog als koro, de man zijn abeetje zo moeilijk. De man nak de man een mazzel. En dan de man giju. Als hij toestemmen voor Gorgeri, go protesteren aan de wanda tien, ja. Maar nog verder van huis, mensen, weet je. Want ja, de man is nog man, tja, onder erg. Laat me het eerlijk zeggen, weet u. Kijk, iemand als Brunswijk is toch lasting? Kan jij die man naar het buitenland sturen? Nee, toch? De man ik Bouterse, kan jij hem ooit naar het buitenland? Ja, maar man gaat China toch, ja. Maar dat is alleen China. Dan gaan Cuba, Venezuela, Colombia, dat soort plaatsen. Maar ja, ik kan manga Amerika nog. Laat die man eens een keertje naar Parijs gaan. Laat hem gaan. Dat is prachtig, weet je. En ja, ik ga echt lachen, weet je, om dat te kunnen zien. Maar je kiest die man. En dat daar man noem man functioneert. Hij kan het niet. Ja, dan moet je niet klagen toch mensen. Maar je moet wel klagen bij jezelf toch jongen. Waarom doe ik het altijd weer? Dat moet je je afvragen. Zet me tandoa sandici. Hoe heet het? Ik blijf maar die mensen kiezen. Waarvan ik al op voorhand weet dat die mensen niet in staat zijn. Niet in staat zijn, hè, om vooruitgang te brengen. Isabi. Hoe heet het, mensen? Ik ga even overstappen naar een ander item. En dan. Je gaat archiefje zo een poko. En dan ben ik zo bij je terug. Ja. Have you ever dreamed of a journey to the rainforest deep in the Amazon? A true adventure, fascinating beauty, a villas nature you've never met before. A jungle excursion with native guides, traveling by dugouts to waterfalls, moving from the bustle of modern urban life, bird watching and the greatest fun to enjoy. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me.
forgotten mysteries of the jungle, breathtaking rivers and the natural rapids. Be introduced to traditional cultures. Overnight camping, so exciting. Waking up early by singing birds. Bathing in nature, relaxed and refreshing. Fishing in rivers are great talents, as you've heard. All this joy we have in Suriname. Come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. All this joy we have in Suriname. Come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. All this joy. Have you ever dreamed of a journey to the rainforest deep in the Amazon? True adventure, fascinating beauty of lost nature you've never met before. Jungle excursion with native guides, traveling by dugouts to waterfalls, moving from the bustle of modern urban life, bird watching and the greatest fun to enjoy. All this joy we have in Suriname. Come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. Mysteries of the jungle, breathtaking rivers and the natural rapids. Be introduced to traditional cultures. Overnight camping, so exciting. Waking up early by singing birds. Bathing in nature, relaxed and refreshing. Fishing in rivers are great talents, as you heard. All this joy we have in Suriname. Come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. All this joy we have in Suriname. Come on and join me of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. All this joy we have in Suriname. Come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. Come on and join me on the trip of a lifetime. Ja mensen, daar ben ik weer. Even het een en ander geregeld. Ik ga overstappen op een ding, hè? Een hele ander item. We praten over de politie, hè, vaak en dat soort dingen. Weet u, en dan... We zien wat er allemaal gebeurt, hè, in Suriname met betrekking tot de politie. En het is heel triest, want ja, kijk nou mensen, laten we eerlijk wezen.
het moment dat jij niet in staat bent om de juiste hulp te krijgen. En dan, kijk, misschien taksenaman gwintasan dat ik ba. Dat kan. Isabi taksenaman gwinting. Dat naar de zaak. Ja? Maar je moet zo zien, hè. Kijk, in Suriname, we gaan op vakantie. En dat we gaan op vakantie. Dan willen wij dit soort, niet met dit soort rotzooi geconfronteerd worden. Weet u? Dat nog een takkie dat voor ons, Oemusmango, een vrijgevochten boel moet worden. Nee, nee, nee. Weet u? We houden ons ook aan de regels. Ligt van wij doen ja zo. Weet u? Maar dan verwacht je dat een officiële orgaan als de politie in Suriname zich dat ook. Gaat doen, natuurlijk, Isabi, ja, aan zomaar, weet u. Ik had u iets heel in het verleden laten horen over, hoe je dat ding, meneer Misikaba, hè. Hoe dacht u over meneer Misikaba? Meneer Misikaba had een hele opmerkelijke uitspraak gedaan in het parlement. Ja, en, weet u, hij was daar enorm voorzichtig mee. Maar hij heeft het gezegd. En ik vond het toch een beetje goed van hem dat hij dat gezegd heeft. Oké. Wat had Misikaba gezegd, mensen? Weet u? We hebben het over de politie in Suriname, hè? Weet u? En dat soort dingen. Luister maar wat Misikaba gezegd heeft destijds over de politie. We gaan luisteren, mensen. Het land sluiten. Voorzitter, en helemaal. Ten slotte, de kwestie van veiligheid. Ik wil onverdeelde aandacht vragen voor hetgeen ik ga zeggen. U weet dat ik geen dingen hier zomaar zeg als ik hier sta, voorzitter. Voorzitter, president, via u, voorzitter. Er bereiken ons berichten, mij berichten. En ik ben een heel klein pion in dat geheel. En toch wil ik vragen om vandaag te luisteren naar dit klein pion. Dat vele van de berovingsgevallen, voorzitter, die wij hebben meegemaakt in de afgelopen periode, dat we begrepen dat die dingen in scene worden gezet. Schrikt u niet? Dat, en ik zou namen hier kunnen noemen, u weet, enkele maanden terug heb ik de zaak hier besproken van de verdwijning van de cocaïne in de kluizen van A-team. En alhoewel mensen hebben gezegd dat ik onwaarheid heb gesproken, zijn de dingen die ik heb gezegd blijken waar te zijn. En ik wens degenen die bezig zijn met het onderzoek veel succes. Voorzitter, vele berovingsgevallen die wij hebben, berichten bereiken onszelf dat mensen worden losgelaten, criminelen worden losgelaten uit de gevangenis. En worden betaald om dingen te doen. Ik zeg dit hier en ik vraag de regering om te onderzoeken. Ja, natuurlijk schrikken mensen, voorzitter. We vragen dat het wordt onderzocht. Omdat natuurlijk, voorzitter, hebben we altijd criminaliteit gehad in het land. Op dit moment hebben we een golf van verruwing, voorzitter. De cijfers tonen niet aan dat het gestegen is. Maar het is wel verruwing, voorzitter. En we maken ons zorgen. Maar u begrijpt dat als het waar is wat ik zeg, dat zaken worden georganiseerd vanuit een bepaalde hoek, dat scenario's worden afgedraaid en ondergetekende is veel beschuldigd van scenario's. Ik wilde een bezoek brengen als volksvertegenwoordiger in de gevangenis en ik werd beschuldigd dat ik een scenario had om de gevangenis in rep en roer te brengen en allerlei dingen te doen. Maar er worden scenario's geschreven en uitgevoerd. En u begrijpt voorzitter, als het waar is, dat wat voor plan u ook heeft om de criminaliteit te bestrijden, anoroko. We vragen dus, voorzitter, dat de zaak wordt onderzocht. En ik zal hiermee dan besluiten. En ik dank u wel voor uw aandacht. Ja, mensen. Heel erg, hè? Weet u? Dat, ja, mensen worden losgelaten om beroevingen te plegen door de politie. En dat van die dingen, die drugs, ja. Wat moet je ervan zeggen, mensen? Dat we weten dat al zo lang dat de politie zich niet
houd aan regels en ja, van Ortega zijn die voorzichtig. Ja, kijk nou, er zijn vaak berichten dat de politie zich schuldig maakt aan criminele activiteiten in Suriname, mensen. Een van deze dingen, kijk nou, wanneer, is nou een parlementariër, Skoto, ik gebruik deze medicie, voldoende in doodbrokken toch, Isabel. Nou, Arkiwan Burger, maar het is een hele rauwe video of fragment, want Isabi Kossi dot takina alles ik kom, maar ik ga het ongecensureerd gewoon zetten om te laten luisteren, want ja, ik waarschuw je alleen van tevoren, want Isabi, de mouse zoet gevaarlijk, Isabi, de geweldige woorden voelen toch, weet je wat we zeggen, om kracht, ons verhaal kracht bij te zetten. Weet u, want zo, we gaan ervan uit dat ik nog dit aan dat hij erbij, dan ja, is mijn statement krachteloos. Dus er zit een hoop scheldwerk ertussen, maar wij zijn Surinamers mensen. Het is niet leuk, maar ja, zo de Isabi, zo de zo het dan. Misikaba heeft het gehad over mensen die dan losgelaten worden door de politie om beroevingen te plegen. Isabi, want dat daar criminelen zijn. We gaan luisteren naar deze twee dames, ja? Probeer even Arkip Tunes. Dan hoe het in de praktijk te werk gaat wanneer je de politie zaken doet met criminelen, ja? Wat er dan gebeurt. We gaan luisteren, mensen. Mange ubo guabusi. Da enkele kube mus gwe esde. Ma unogo esde. Dat die de wedstrijd voor Guetamara. Na zet we zet hij met een telefoon, met bella of de trabrada fijn. Dat hij voor kan zet hij voor Guet. Dan nou, een telefoon, nou go, dan meer om een barafest, dat den soutu oyo, den soutu oyo. Dat nou, oyo, nee, doe ogri. Dat vader doe kan. Dat mevrouw begin bar, dat zo lang, dat Guena ukon jaso. Doe kondoro jaso, dat mishaboy dat agron, a traboy fmi. Dat die mensen de toeman agron, dat net zo, mi u ozelfu den kan charengwe. Maar nou dat de ambulance kon de noan poten in seifu kagwe. Dat de ambulance kon de noan poten, dat den charengwe na wagi. En dat ik den go saka in a fringis den smeiseng. Is die mate wel, den soet een brada. Dat die den soet een brada da ik koeiere samtza. Dat die ik ofko luk een brada da de mensen den soet een efsane doangeng, maar iske brudu. Want de machaboskop kontak adede. Dam kondal a des mata ki wan abo a traboy fmi, Olifer, dat ben de in wan waji. Wan dat mi somens ma no sabi wan mi kisang wan traf fro na kras kreik. Dan no skot. Oké mensen, we gaan luisteren. Zet je schrap, ja? Isabi, dit is een die intro van de Masuta boy van man die zie ik hier, ja. Isabi is een zoon na de wan. Warki, tjinsjo. Verder. Nee, do ogri, maar if me boy do ogri alas masabi, taki temi boy do ogri me charengo. Langa langa gis koto. Isi ala masabi. That's if a man do ogri, if I no do ogri, you no can shoot a man ya. Da ye man ke da go kibi da ye shoot em baka. Da ye waka go shoot em to Scott. Omen sma de shoot precis. Well, den cha tu gwe na aplo wagi. One of them boys me, nanga Oliver. Me no sabi ome if of them shoot them that if they no shoot them. Ma mistak de brudu. If you go look at you go look ome Scott sane shooting. One of them Scott ne ede den shooting. They say mango langa langa go shooting. Ne futu abe shootu broko. That this matter me this matter pe look at longo kibiri. That da longo kibiri da ye shooting waka go sien under a wash bang ipa kibiri. Da ye shooting to Scott. Ano kanto. En dan man dat je doet, ik ben daar bij de suroko. Ik ben daar bij de sandici. U sabes ma sabes sutu? Ja? U sabes ma sabes sutu? Ik wil dat u hier zo een beetje goed gaat luisteren wat de dame gaat zeggen, ja? Ja, laat eens maar de gala, des maar die ze boem voor hoef den zien. De hanger, gewoon de longo, ik zat de pingo, ik moet daar president, de longo, ik ben direct naar een belade. De longo, net de gas ook de masse. De scout, voeren aan de boy, dat de optie nog was, de scout, de kier de boy, dat de ondergrond. Wat heeft de nog kier de boy, dat de laatste rook aan hem? De scout, dat de vijand. Lek pingo, de kong. Dat is
was hij daar nu dan? Niet een takkie, als kouto. Even. Kende worden. Even nog lang, meneer. Als kouto zoetum, allemaal een plaat, ja zo. Baby, laat je nou zo je zoetum. Ja! Wie ben je? Wie van schouten? Ja, mensen, het is heel heftig, Isabé. Maar essentie, Isabé, de boy werken samen als scooter. Da, de scooter keer ding, want if de scooter nog keer ding, ja, dat de boy ook takkie. Ja. Als dit waar is, in Suriname, en een parlementariër die zegt dat ook, dan hebben we een probleem in Suriname, hoor, mensen. Isabé. Ik begrijp dit niet, weet u. Nou, daarom zeg ik tegen mensen, wanneer ze me vragen, van moet je luisteren, kijk. Ik zeg, Suriname is dan een hele levensgevaarlijk land, weet u. Ik wou u dit laten horen ook, hè. Even kijken, waar zit dat ding weer? Ja, hier zo, ja. Luister naar dit relaas van deze jongeman, ja. En het is van Apinti, hè, mensen. Het is niet van mij. Isabi bron vermeldingen. Weet u, want ja, we moeten beschaafd blijven. Isaac, afgelopen zaterdag ben je voor 12 uur vastgehouden op politiepost Nieuwegrond. Je bent opgesloten daar. Wat is de reden precies van jouw opsluiting? Er is een aangifte gedaan tegen mij door een dame. Relatieproblemen, zoals dat bekend is op papier. En op een gegeven moment werd ik opgeroepen door de politie. Ze waren me komen zoeken. Maar ze hadden me niet ontmoet bij deze. En toen kreeg mijn moeder thuis een briefje, een oproeping van de politie. Dus ik heb me zaterdagochtend netjes aangemeld op het politiebureau Nieuwegrond, de Wanica. En op een gegeven moment heb ik de inspecteur gesproken. Ik moest even wachten. En iedereen kwam en ze zeiden dat er zoiets is aan de hand en de aangifte. Maar ik had alles meegenomen, mijn sms'jes en uitdraai van telesuur, dat ik door die dame gebeld werd en alles een beetje om het tegendeel te bewijzen. En de inspecteur zag dat, dus hij zei, maakte hier een roze formulier voor me op. Ik vertelde het allemaal een beetje in het kort. Hij zei, je mag zo naar huis, je moet even je verhoor geven en dan kan je gaan. Dat was goed, hij tekende op die formulier. Dat was al via officier Nanhu, mocht ik dan naar huis. Na een 5 minuten kwam de dame zelf op de politiebureau en ze hoorde dat ik naar huis mocht. En is hij boos weggelopen en heeft een drama gemaakt en pleegt een telefoontje. En toen kwam de inspecteur naar mij, na 10 minuten, en zei hij tegen mij van, helaas moet ik je opsluiten, want dat is een opdracht van de hogerhand. Zei ik, op grond waarvan gaat hij me opsluiten? Net hebt u me een roze formulier gegeven. Hij zei, ja, dat moeten we nu helaas gaan veranderen in blauw. En hij weet ook niet waarom, hij snapt het ook niet. Niemand begrijpt het, geen enkel politieagent begrijpt het waarom. Dus hij heeft me geconfronteerd met die dame. En toen stonden we met z'n allen en zei hij van, waarom moet die opgesloten worden? De officier heeft toen opdracht gegeven dat zij moet bepalen of ik opgesloten moet worden. Dus de inspecteur zegt, moeten we hem opsluiten, ja of nee? En dat was iets wat een beetje een onmogelijke situatie is hier in dit land. En ik kom zelf uit Nederland en ik moest het meemaken. En ze zegt gewoon keihard dat ik opgesloten moet worden zonder enige bewijs. En toen zei de inspecteur, ik snap niet waarom we hem moeten opsluiten. En er was ook de verbalisan, de agenten die die verklaring opmaakte. Ook zij zag dat het allemaal onterecht was. Maar de connecties waren dus zo sterk om mij toch de gevangenis in te duwen. En ze kregen het gewoon voor elkaar om een blauw document op te laten maken. Wat betekent, hier staat het, dit is het briefje waar ik staat dat ik opgesloten moet worden op Lelydorp. En dat kreeg ik toen. En ik vroeg me af wat er allemaal gebeurt hier en hoe dit allemaal mogelijk is. Dus u heeft een relatie gehad met die dame. Het is een beetje stuk gelopen, die relatie. En er is toen aangifte tegen jou gedaan als belaging. Klopt dat? Nee, want ik heb er 1 keer gebeld. En ik ben 1 keer op haar werk geweest. En toen kom ik een mevrouw Sprinter tegen. En ze heeft met mij gesproken. Ze is op de hoogte van het geval. Ze heeft heel lief en aardig gesproken. Ze zei, ja, ik heb haar duidelijk gezegd, laten we dit oplossen. Geen problemen, geen ruzie. Ik kan wat spullen komen afgeven en zo. En toen heeft ze mijn telefoonnummer zelfs genomen. En zei ze van, ik bel je terug. Ze heeft dat niet meer gedaan. Of in de middag kwam de politie mij zoeken.
En diezelfde mevrouw Splinter, die op het ministerie van Justitie en Politie werkt, heeft toen, de dame zou nog een verhoor, mevrouw Kadil Tahadil, die zou nog een verhoor geven op de, bij de politiebureau de Nieuwe Grond. En die dame, mevrouw Splinter, kwam samen met haar en wou bijzitten bij een verhoor, wat ter strengste verboden is. Dat mag helemaal niet, dat je... Dus dat allemaal leek al helemaal vriendjespolitiek, om het zo duidelijk te noemen, of machtsmisbruik. Misschien vriendjespolitiek is een beter woord. En toen heeft de agent haar op een nette manier gezegd, dit kan niet, we kunnen dit niet toestaan. Dus hebben ze haar verwijderd van het politiebureau. Dat is eigenlijk wat er een beetje gebeurd is. Maar je ziet het dat, ik heb alles bewezen, heb ik. Ik heb alles aangetoond en dan moet ik nog de bak in. Alleen maar omdat iemand zoveel connecties heeft hier in het land. Dus als ik mijn moeder niet zou hebben, dan was ik nu op dit moment in de gevangenis. U ziet dat, dat is het bewijs dat ik in de gevangenis zou zijn op dit moment. Oké, nu ben je naar ons toegestapt. Wat zijn jouw verdere stappen? Nou, ik wil dat dit een einde komt. Want als ik heb nog wat mensen, we kunnen nog wat dit recht trekken, we maken onze mond open. Maar je hebt heel veel mensen die dan, de arme mensen die de wegen niet kennen, en dan zo in de gevangenis moeten belanden. En de diepe zijn van onrechtmatigheid. Dus dat vroeg ik maar, ik ga dit aanvechten, want dit kan niet. Iets wat onterecht is, al is het op de ministeriesniveau. Als het niet goed is, is het niet goed. Zo simpel is dat eigenlijk. Dit zou absoluut niet mogen gebeuren. En de hele korps die daar, het politiebureau Nieuwe Grond, begreep niet wat er aan de hand is. Hoe kan nou zoiets mogelijk zijn? Maar je ziet, in Suriname zijn heel veel dingen mogelijk bij deze. En dit moet een einde aankomen. En dat is daarom dat zit ik hier. En als de inspecteur en de officier bepaalt dat ik naar huis moet, en dan een telefoontje bepaalt weer dat je de bak in moet, dat kan nooit goed zijn. Dat is onterecht. Want uiteindelijk gaat het om feiten en op wat op papier staat en wat je kan aantonen. Iedereen mag een aangifte gaan geven, maar als ik het tegendeel kan bewijzen, dan houdt het op. Ja, dan begint het juist in Suriname, mensen. Dit zijn een paar hele oude mensen van, die hun verklaringen afleggen. Maar iets recent, en ik vind dat programmamakers zich diep moeten schamen. Weet u waarom? Kijk nou. Die Santokki had het corruptie, hè? De staat benadelen. Ja? Kijk, ik vind dit een grote benadeling van de staat, wanneer een officier van justitie zo te werk gaat. Ja? Kijk, waarom ik zeg dat programmamakers zich diep moeten schamen? We interesseren ons voor allerlei losers en dieven in Suriname die functies bekleden. En we interviewen maar en we vinden dat leuk, weet je. Maar kijk, wij Surinamers moeten ons diep schamen. Er is een burger van een ander land in Suriname. En niemand schenkt daar zo'n beetje aandacht aan. Ja, even mijn karren van Toussani daarover. En het is gezegd, kijk, je kan niets meer zeggen, we hebben je mond doodgemaakt. Want ja, we hebben het genoemd, ja. Mijn petje af en chapeau voor ABC, weet u, Radio ABC van Suriname. Maar het gaat om die meneer Derk Ramsamouch, weet u. Ik zeg, wij Surinamers die rechtsgeaard zijn en die met een opgehoven hoofd willen lopen, wij moeten ons diep schamen, diep en diep schamen dat dit ding in Suriname plaatsvindt. En Misabi zei het, ja. Ja, ik zeg één ding tegen je, de hel met jou, weet je. Ik zeg, politiek interesseert me niet in Suriname. Ik kijk alleen naar die mensen, hoe zij reageren en wat hun doen en laten betreft, Isabi. Mensen, focus, Ramsamouch, Derk Ramsamouch is een man uit Trinidad. Hij is uitgenodigd door de voormalige regering van Bouterse om te komen, om peilingen te doen. Dat deze man is een soort specialist in cijfers en onderzoek en noem maar op en dat soort dingen. Weet je, dus hij is ingehuurd. Ja, maar ja, die mannen hebben hem betaald via meneer Kromosuto. En dan gaan ze een verband leggen. En ik heb u gezegd, kijk, je ziet wat een officier van justitie doet, toch? Ik geef opdracht, die jongeman moet gewoon weer opgesloten worden, omdat ja, die mevrouw waarvan die relatie stuk is gegaan met die jongen, die vindt ja, die jongen belaagt haar. Ja. Ik weet niet of in Suriname ze dat woord mij niet kennen, een valselijk opgemaakte verklaring, weet je. En zodra je dat soort dingen niet gaat inzetten tegen mensen, gaan ze dat niet doen.
Maar officieren van justitie, mensen, het is goed dat er een hoop zijn aangetreden en dingen. Maar als dat kwaliteit dit is, ja, dan was je liever deze mensen kwijt dan rijk, zeg ik eerlijk. Want een heel recent geval van een week geleden gaat over die Trini, dat man, Minogo Takasan, dat iemand, ik ga struikelen over mijn dingen, ik wil snel praten, mensen. Die meneer Ramsamoes uit Trinidad, die in de gevangenis is gezet in Suriname. Ja. Hij zit er al 40 dagen, maar gelukkig is er een rechter geweest die hem dan op vrije voeten heeft gelaten. Weet u, en zijn in vrijheidstelling heeft bevolen. Weet u, we gaan luisteren, mensen. And a half months have been a testing time for Camille Paggi. From her base here in Trinidad, the wife of political analyst Derek Ramsamoes has had to deal with the incarceration of her husband in Suriname, where he had been working since March ahead of the country's general election in May. The shutdown of the borders due to COVID-19 left him stranded in Suriname. As he was preparing to leave the country, he was arrested by police on October 8th and kept in custody. As reported last night, Mr. Ramsamoes appeared in court yesterday for the first time, and a judge found the police had no basis to keep him. Camille Paggi joins us tonight. Ms. Paggi, good evening. Thank you so much for joining us. Hi, good evening, and good evening to all your listeners. So have you been able to speak with Mr. Ramsamoes since his court appearance and the judge's ruling? For the first time, less than 1 hour ago, yes, I did. And he has just literally been released from the penitentiary where they were holding him. It took all day for the paperwork concerning that court decision to pass to the proper hands, but he's now on his way to safety. What is his mood at this point in time, his sentiments? Well, he hasn't had time to reflect on his sentiments, probably just a deep feeling of relief and looking forward to resuming life, because for 2.5 months there's been no communication. He's been cut off from family. He's been in very restricted circumstances, so he probably feels like he's just rejoining the world of the living. And how do you feel? Much the same. Much the same. It's a huge relief. It has been an incredibly anxious and long period. So many unknowns, so much dramas going on behind the scenes, and really all through it, just a lot of anxiety and worry about his health and is he going to be okay. What have you learned about the process for his release? The process for his release is a right that only becomes available to detainees in Suriname after about 40 days. Once the police decide to hold you, there's actually nothing like what we have in Trinidad to control or limit the actions and the time they decide to spend. If they have any excuse or reason to say that... Okay, mensen, heb je dat gehoord wat zij gezegd heeft? Ja? Dus voor een buitenlandse man, als meneer Ramsamoes, de politie kan jou 40 dagen houden voordat hij... jou voorgeleid aan een rechter. Wel, ik weet niet welke middeleeuwse wet dat is. Maar ik hoop dat deze meneer Ramsamoes, weet u, naar de OAS stapt en Suriname aanklaagt voor het schenden van zijn mensenrechten. Weet u, want dit kan niet. 40 dagen. En dan komt een rechter pas aan te pas. En die zegt van, ja, maar waar is dat grondslag waarop je deze man al die tijd hebt vastgehouden? 40 dagen zit die man in verzekering en je kan het niet aantonen. En zo'n officier van justitie, de politie, al die mensen, die gaan vrij uit. Ja, ik zei mooi, we horen 40 dagen. Nee, zo werkt het niet, mensen. Goed luisteren, hè, wat die mevrouw zegt. Control or limit the actions and the time they decide to spend. If they have any decide to hold you, there's actually not... The process for his release is a right that only becomes available to detainees in Suriname after about 40 days. Hoor je dat? Dus de process of release. Na 40 dagen kan je gaan vragen. Ja, maar wij hoeven niet naar de rechter te gaan om te vragen om jouw
minder dan 40 dagen. Ik zeg het verkeerd. Kijk, het moet voor beide partijen zijn. Hè? Wij noemen dat equality of arms. Wat de officier mag, mag ik ook. Want ja, de officier heeft inzage in stukken. Dan moet ik dat ook kunnen hebben, want ik moet gewoon gelijke monniken, gelijke kappen. Equality of arms, toch mensen, weet u. En als ze zegt, ja, moet je luisteren, ik ga die man 40 dagen houden. Ja, maar dan moet ik ook de tijd krijgen, toch, om daartegen in beroep te gaan. Nee, je moet 40 dagen wachten. Dat recht heb ik en ik ga het inzetten. Ja, maar hoe zit het met mijn rechten dan? Nee, pas na 40 dagen, dan pas mag je gaan kijken bij de rechter. En dan pas moet ik jou gaan aanmelden. Tot die 40 dagen, ja, dan mag ik je gewoon vrij en blij in huis houden, in de huis van bewaring. En je kan daar niks tegen doen. En daarom zeg ik van, ja, laat deze man, ik hoop dat hij het niet erbij laat zitten en de Surinaamse staat aanklaagt voor het schenden van mensenrechten. We gaan een stukje verder luisteren, mensen. Maar goed luisteren. Once the police decide to hold you, there's actually nothing like what we have in Trinidad to control or limit the actions and the time they decide to spend. If they have any excuse or reason to say that they have a suspicion and they want to investigate something, they can do that and they can hold you incommunicado. They can even deny you access to lawyers for quite a lengthy period. The mechanism of the hearing that happened yesterday only becomes available after about 40 days of that. Hoor je dat, mensen? Dus pas na 40 dagen. En ja, 40 dagen, ja. Dan mag ik doen en laten wat ik wil met jou. Ik hoef je geen eens te verhoren. Ja, 39e dag zal ik komen kijken. Maar mijn rotoi, in Suriname moeten we echt wat gaan doen aan die officieren van justitie die misbruik maken van hun positie. Dit kan niet. Dit is een schending van internationaal recht, mensen. Mensenrechten, dat kan niet. Isabi, waar die mevrouw Ferrier komt kletsen over dat ding van, hoe heet het, redelijke termijn is verlopen. Dan moet je kijken naar de Surinaamse wetgeving. Asanisip Samarchi, hoe kan je dit als wetgeving hebben in jou, in 2021, of laten we zeggen 2020, weet je? Hoe kan je dat in jouw rechtssysteem opnemen? Dat kan niet, mensen. Weet u, want wat voor de Surinamer geldt, de strafrecht, het geldt voor ieder in Suriname. Dus kijk, wanneer de rechtercommissaris aan te pas moet komen, dan moet hij aan te pas komen en niet na 40 dagen. Dat kan toch niet, mensen. Je kan dat onderscheid niet maken om te zeggen, ja, maar die man is geen Surinamer. Dan discrimineer je weer. Je mag geen onderscheid maken, niet op basis van je nationaliteit, je ras en noem maar op. Weet u, ik vind het een hele kwalijke zaak, hoor, toen ik dit hoorde. Of that detention. And following the 40 days, it took some time to get the police file, to get the facts sorted out for the lawyers to be able to prepare an argument. And then as soon as they did, it was successful. Successful. Well, in an interview some weeks ago. En dan zeg ik, hè, kijk, je hebt 40 dagen de tijd. En wat heb je gedaan? Ja, nou, bij de 40ste dag ga ik werken. Weet je, maar jij zit in de dingen. De gevangenis, ja, ik leg je beperkingen op. En ja, je hebt geen dingen verweer. Pas op de laatste dagen, dan gaat de politie iets in papier in elkaar flansen. Hier, alsjeblieft, op die en die gronden hebben we. Wanneer zagen we je als verdachte? Ja, de 39ste dag van je detentie. Heel leuk, Isabi. En die mensen gaan vrij uit. Surinamers, Tamara, dat doen we aan jou. Weet u, go naar een vakantie. Ik wens je veel geluk, Isabi. Ago, you of course expressed concern about the state of Mr. Ramsamuja's health. What's the latest on that? Well, I don't have much detail about how his health has been managed. I can say that in that time, he got no medical care. He had sufficient supply of his medications, and I know that he's done his best to maintain the regime of his medications and do what he could to maintain his health.
We're trying to arrange for him to get to a doctor as soon as possible. But he seems stable. He's himself. He seems calm. Good news there, Ms. Paji. We appreciate your time. Thank you so much for the... And Ms. Paji is the echtgenote van die meneer, Derek Ramsamoets. Heel kwalijke zaak voor mensen. En ik hoop dat die mevrouw en deze meneer zich niet zomaar onbetuigd laten. En echt de Surinaamse staat aanklaag hiervoor. Weet je, gewoon bij de OAS Suriname is lid. En jullie ook, weet je, van de OAS. Laat Suriname hiervoor veroordeeld worden. Want dit kan niet, mensen, weet je, je kan niet zo... Nou, Surinamers hebben een grote mond. Toerisme willen ze bevorderen. Toerisme, mensen. Dat is een hele mooie. Weet u, even kijken hoor. Kijk nou, dan 40 dagen toch? 40 dagen heeft die man in het gevangen gezeten. Hoe gaan we doen met hem dan? Die 40 dagen die hij heeft gezeten. Ja, nou, dan gaan we een schadevergoeding toch? Weet u, is aan mij klets. Aan ook iets van toe, Sanandala. Ja, als jij daar hongerig voor bent, Surinaamse dollars, weet u, om 40 dagen te moeten bronnen om een paar 100 SRD te krijgen, dan ben je diep gezonken, ja, weet je. Maar dit soort mensen, ja, mensen, het is heel erg moeilijk. Weet u, want Surinaamse mensen begrijpen sommige zaken niet voor dat mitegi, omdat zij dit soort dingen dagelijks meemaken, dan vinden ze het gewoon. Til ik de soetwan trouwen kiri, dat ja, dat is geri, kosi, maar dat doe alles soort zaken. Isabe, ja, je vangt je sorry, maar. Weet je, over de politie. Maar, krijgt deze man dan een schadevergoeding? Ja, ik ben teruggegaan in de tijd. En voor zover ik heb gelezen, ja. Suriname, ik weet niet. We gaan zelf luisteren, ja. Of meneer Ramsamoets ooit een ding gaat krijgen, een schadevergoeding. En we gaan luisteren naar meneer Anton Paal. Mensen, we gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. Dank u wel, voorzitter. Geachte lid gaat over naar een ander ministerie. Dus zou ik hier gaande van de gelegenheid gebruik willen maken, een opmerking te maken met betrekking tot het ministerie van Justitie en Politie. Hij heeft het net gehad over de rechterlijke macht. Wij begrijpen dat er een onderbezetting is bij die magistratuur. En de onderbezetting heeft hele nare gevolgen. We zien dat vanwege de drukte, als je in hoger beroep gaat, dat die jaren duurt. Wat zien wij gebeuren, meneer de voorzitter, is dat mensen worden in eerste aanleg veroordeeld. Ze gaan in hoger beroep. Het duurt jaren. Ze zitten hun straf uit. En daarna worden ze in hoger beroep in het gelijk gesteld en vrijgesproken. Je hebt je straf al uitgezeten en je wordt vrijgesproken. Er zijn een heleboel van die mensen in de gemeenschap op dit moment. En die overwegen om de staat naar OAS te brengen omdat dat niet kan. Voorzitter, wat ik vraag is dat men kijkt naar de rechterlijke macht om ervoor te zorgen dat mensen wanneer ze in hoger beroep gaan, de rechtsgang moet verzekerd zijn. Verzekerd zijn. En als je dat hebt verzekerd, moet je ook iets verzekeren dat wanneer mensen onrecht is aangedaan, dat die mensen ook schadeloosstelling kunnen eisen. Suriname kent dat niet. Je wordt gestraft. Je krijgt 8 jaar straf. Je zit hem uit. Je bent in hoger beroep. En na die 8 jaren krijg je te horen van de rechter dat jij vrijgesproken bent. Ik hoop dat de regering zeer serieus kijkt naar deze zaak. Dank u wel. Ja, heel triest. Maar ja, dat zijn de feiten in Suriname, mensen. Weet u. Suriname is een mooi en geweldig land. Ja, is dat weer. Hoe lobby Suriname, weet u. Maar ja, die lobby neemt op deze hand ook toe. Weet u, maar ik wens die man dit hoor, zeg ik je eerlijk. En ja, voor mij zeg ik eerlijk van ja, moet je luisteren. Ik ben er geboren, mijn ouders, mijn konvo, papa ook toe. De voetapena is aan dat die. Maar je hoeft niet alles te tolereren, mensen.
Dat moeten we gaan leren. En wij Surinamers, we moeten leren om je mond op de juiste dingen, over de juiste zaken open te maken die er toe doen, Isabel. En dat de man schoot ook onder de man soetie kiri, dan pas ja wordt er gepraat. Nee, we weten al bij tij en ontij dat het mis is in de politieapparaat in Suriname. Ja, dan toch je moet gewoon, ja, kijk, à la criorosma, ook kossi. Zij de man ja, aman potwankuli. Ja, mek aman potwankuli, le korpschef. Haal praten weg, ja. En ja, die man moet je niet zomaar weghalen. Je moet er onderzoek op gooien, want ja, er zijn te veel criminele activiteiten onder deze politieleiding gebeurd. Weet u, mevrouw Van Dijk Silos zit jaren te schreeuwen dat de politie corrupt is. Ze is een roepende in de woestijn, like Moses, weet u. Maar niemand luistert. Sommige mensen hebben er baat bij dat we een politie hebben, een politieapparaat hebben die corrupt is. Want ja, daar kunnen ze garen bij spinnen. Kijk maar naar die zaak Umarosin. Kijk naar die zaak Raj Udit. Weet u mensen, nog meer grap. Meneer Raj Udit gaat als een VIP naar Sanderij. Het land uit. Niks aan de hand. Weet u, meneer Umarosin is iets minder bedeeld. Want ja, hij komt overleden. Terwijl ik kwam Brokkokrossi, dat was straat naar Berbies, weet je mensen. Dus er is iets mis met de politie. En kijk, dat controlerend orgaan van de politie, de officier van justitie, ja, dat is een nog grotere puinhoop. Nog grotere puinhoop, mensen. En daarom zeg ik, laten we blij wezen dat er rechters zijn. Kijk, vandaag is het een rechter die de officier heeft gecorrigeerd en de politie. Van nee jongens, jullie hebben het niet goed gedaan, die man gaat vrij uit. Althans voor nu. Ga je werk doen. En als je genoeg bewijzen hebt en als je andere dingen nodig hebt, dan staan we je bij. Weet je, wil je die man voor zoveel dagen aanhouden? Kan. Maar je gaat niet die man in verzekering stellen. Lek meneer Ramsamoets, dat hij al 40 dagen. Wij moeten ons diep schamen dat wij Surinamers zo zijn. Weet je, maar we willen wel toerisme. Als je zo omgaat met buitenlandse mensen, kan je het schudden. Welke toerist gaat komen? Ja, die Sanama Fuja zou zeker allemaal 50 euro aan het geld. Alsjeblieft, dat is jouw dingen. Weet je, en die Surinamers, die ik kom. Weet je, met een mooie, dure creditkaart en genoeg geld om te spenderen, waarbij je economie kan draaien. Die mede jouw landen, jouw land als de pest. Ja, dan zijn we, hoe heet het? Dan moet je niet klagen, mensen. Isabi, je kan niks produceren om dollars en valuta te krijgen. Je moet het hebben van toerisme. Maar als je de toeristen hun nek omdraait, ja. Dan wens ik je veel succes, Isabi. Even kijken hoor, mensen. Nog een paar apps. Even kijken. Mensen, als u het voorleest, wil u het duidelijk articuleren. Voorlezen, alsjeblieft. Is een belangrijke kwestie. Ja, je themetak is een belangrijke kwestie. Ik ben het met je eens, is belangrijk, maar we moeten voorzichtig zijn voor charisma opvoegen. Doe sabotagehandelingen tegen die Chinese Isabi. Banden leksteken, molotov cocktails, hout transporten, verbranden, afzender sabotage. Ik moet daar voorzichtig mee zijn en jij ook. Weet je. Heer Singh, de beste wensen voor het nieuwe jaar 2021. Vooral een goede gezondheid toegewenst. Dank u wel. Vooral ook heel veel succes met uw praatprogramma. Groetjes Herman uit Utrecht. Dank u wel, meneer Herman. Oei, meneer Singh. Meester Singh, een poos geleden hebben wij bij het bellen gesproken over stoppen met het laten baggeren. President Santokki heeft het nu laten stoppen. Dit doet een belprogramma. Men hoort alles, Rabinder.
toppers van de Nationale Dode Partij hebben in Parijs een pan van miljoenen gekocht. Er zijn geen onderliggende stukken. NDP wil niet meewerken. Nou, dan zeg ik weer van, moet je luisteren. Kijk, nou, dit is allemaal lariekoek. We weten donders goed dat dat ding van een Rus was. Dat pand die destijds is aangekocht door meneer Boutersen. Weet je, meneer Harvey Narendorp zit erin. En meneer Ebo Jones, pak meneer Harvey Narendorp op. En pak meneer Ebo Jones op toch. Dat zijn die hoofdrolspelers van dat ding. En ja, het is bekend. Er is een dossier erover, over dat ding van Parijs. Ja, dat huis is gekocht van een of ander rijke Rus die dat huis had. En ja, Suriname is flink in het schip gegaan daardoor, weet u. Want ja, we hadden een grote mond toch. We hadden één grote mond, moet je luisteren. De weg naar Europa hoeft niet per se via Amsterdam te gaan. Wel, mooi wel, mooi wel. De weg naar Europa kan ook via Parijs. Ja, alukkie, je sabe, bigi mofato, weet u. Alleen iemand die ongeschoold is, zegt dit soort dingen. Die niet weet, niets weet over geschiedenis en hoe de wereld in elkaar zit. Dan ga je dit soort dingen krijgen. Maar nogmaals mensen, we hebben destijds voor Boutersen gekozen. En ja, even maar nog scoren. En hij wil het wel komen doen. Ja, je weet toch al op voorhand. If you, abi mensen als Van de San, Jozef Zoon, Herrenberg, Weidenbos, Ali Bux. Ja, dat ze dat niet in hun ogen kunnen zien en zeggen, dat je nou, ik kan dus zeggen, wani, ano, roko, ano, go. Weet je, je kan dat wel vinden. Ja, maar de Fransen gaan nooit Nederland laten vallen ten opzichte van jou. Gaan ze nooit doen, weet je mensen. Maar ja, je kan deze mensen niet leren en vandaar dat we zo diep gezonken zijn vandaag. Even kijken hoor, dus dat is van die, hoe heet het, pand van Parijs. Minister Simbouta zegt dat hij 8 december moorden niet had zien aankomen. Hoezo? Hij heeft de mannen laten ophalen om hen op een bizachtige manier te mishandelen en te doden. Moet hij, voelt hij en ziet hij wel in dat hij binnenkort gearresteerd en geboeid wordt. Vluchten kan niet meer. Hij mag op een wrede en zieke manier de pijp uitgaan in de gevangenis. En moordenaar en kookdealer Brunswijk zal ook gearresteerd worden. Dus hij kreeg gezelschap, Kinsey. Ja, over dat ding, 29 januari gaan we zien. Maar kijk nou, dat proces van Boutersen is bij lange na niet afgelopen. Na dat vonnis van de rechtbank, van de krijgsraad, kan hij in hoger beroep gaan daartegen. Het gaat een aantal jaren duren weer. Weet u mensen, wat moet je daarmee? Weet u, hij gaat al die tijd vrij rondlopen, tenzij ja, inderdaad, de rechter zijn onmiddellijke ja, arrestatie en in gevangenneming gelast. Dat kan, weet u, dat de rechter dat doet, maar de tijd zal dat uitwijzen. Meester Sinshata, bestuur. Augustus gaat voor duurzame ontwikkeling, toerisme. Echter, wordt nergens. Even kijken hoor, wat hier staat. Er wordt nergens verteld dat men moet doen wat men moet doen om dat te bereiken met deze al tientallen jaren maar slechte infrastructuur, criminelen bij de politie en douane. Het verkeer in Suriname is op zich al een criminele organisatie. Vele doden en gewonden, telkens weer. Beroevingen en roofmoorden, corruptie, ontvoering en verkrachting. En ook nog op klaarlichte dag politie en douane schieten zomaar op mensen. Wie wil er nog naar Suriname? Ja, dat probeer ik ook zo'n beetje aan mensen duidelijk te maken. Even kijken hoor. Biljonair, maar van Alibaba-concern
wordt sinds oktober vermist in China. Ja, dan moet je luisteren. Kijk, het is goed dat u dit naar voren brengt. Weet u waarom? Die man van Alibaba, de grootste online winkel van eigenlijk de wereld, hè? Weet u. Allerlei Chinese rommels en dat soort dingen. Weet u, er vreselijk veel nagemaakte spullen. Ja, als je de Chinezen dwars zit, dan ga je dit krijgen. Daarom moet je goed stevig in je schoenen staan, weet u mensen. Kijk, dit zijn die problemen. Isi Bouta, hij kon niet tegen de Chinezen op. Yushi Sam Sanangin, toch, destijds. Van de Chinese Yagingwedia legde een verklaring af toen de rechtbank de veroordeling had uitgesproken van dingen, van Boutersen. Hij moest à la minuut op stel en sprong opdonderen uit China. Niemand wilde hem hebben daar zo meer, weet u. Chinezen zijn moeilijk mensen. Want ja, er zijn een paar hoge geplaatste Chinezen. Zodra jij het regime aanvalt in China, ja, dan verzinnen ze gewoon een aantijging voor jou. En de rechterlijke macht, ja. Kijk, wij moeten dat soort dingen niet hebben in Suriname. Dat de rechterlijke macht helemaal een onderdeel is geworden van de uitvoerende macht. Isabi, wat de uitvoerende macht opdraagt aan de rechters. Dat, ja, kijk maar gewoon die snor naar de sanatie, weet je. Kijk maar naar die zaak van EBS. Met die mensen die zoveel geld gestolen hebben. Iedereen weet het, behalve Brunswijk, want hij doet of hij nog zo'n broeder, weet je. Maar hij weet dat hij gaat ermee geconfronteerd worden en dan ga je zien wat voor problemen hij gaat krijgen. Ik ben blij dat die zaak nog doorgaat, maar ja, in die tussentijd zijn die mensen vrij, weet je. En je weet niet wat er gaat gebeuren, want ja, corruptie. We gaan het blijven volgen, maar ja, moet je luisteren, mensen, kijk. Naar Lexa Boitaki in Suriname, dat zoveel kan daar zo, Isabi. Mensen, het is 9:30. Ik heb het ruimschoots goed gemaakt, dat ik laat was. Ik ga ermee kappen, want het is al, veel te laat. En ik ben al sedert, 's ochtends in de weer. En ja, sorry hoor, Isabi, voor alles. Weet u, na de sanatie, ik ga het proberen zoveel goed mogelijk te vereffenen. Dat is goed. En proberen op tijd te beginnen. Ik ben begonnen door jou een mooie stuk van Pater Toon te laten horen. Dat hij destijds had verklaard over goudwinning in Suriname. Goudwinning, wat weet een pater daarvan? Ja, hij werkt in het binnenland, mensen, met die binnenlandbewoners. Inheemse als hoe heet die mensen? Bosland Creoolse mensen, weet je. Dus ja, hij is daar ter plekke, hij ziet het en hij weet het. Dus ja, laten we kijken wat er hier zo gebeurt. Ja, oké. Hij heeft een aantal uitlatingen gedaan en heeft bepaalde namen genoemd. En dat waardeer ik, Isabi. Je moet niet met dat ziekelijk gedrag komen van mevrouw Simons. Weet je, dat, ja, je moet geen namen noemen, want zogenaamd mensen kunnen zich niet verweren. Nee, in het parlement kunnen mensen zich niet verweren, nee. Het parlement, dat praat voor die mensen. Ja, het praat namens die mensen. Dus ja, dan kan je ze gewoon noemen, weet je hun namen. Maar ja, we zijn daarin getrapt, mensen. Nou, ik dus dan niet. Je moet niet generaliseren en hier zit een koelimanje te zeggen, ja, maar dat moet je wel doen. Anders, ja, heb je een probleem. Ja, je moet niet kritiek komen leveren, opbouwen en afbreken. Nee, kritiek is kritiek, mensen. Schijf met die nonsens. Weet je, ik ben, in jullie ogen is het tegendraad zijn, tegendraad zijn. Weet je, het is niet zo. Je bent gaan geloven in die onzin die mensen jou hebben voorgespiegeld, zonder zelf na te denken. Kijk, vind je het goed wat er gebeurt in Suriname? Wat ik je heb laten zien over die politieoptreden? Ja? Ja, je vindt het goed, laat maar. Snap je? Ik hou mijn mond. Ja, maar anderen maken hun mond wel open. Dus kan je het zo zien, van moet je luisteren. Ja, hij wel en jij niet. Ja, dan ga je onderscheid maken, toch? Terwijl je moet generaliseren. Ja, maar ja,
hij en jij. Isabi, want ik heb gezegd hij wel en jij niet. Ja, beide zijn Surinamers. Ja, dus alle Surinamers zijn zo. Ja, generaliseren. Dan ga je Surinamers wakker schudden om te zeggen, ja, maar ik wil dat niet. Ik ben niet zo, ja. Nou, laat zien dat je niet zo bent. Want anders blijf ik generaliseren. Je kan niet stil blijven staan dat je weet dat er allerlei criminele dingen door de politie in Suriname worden verricht. En dat je daar niks zegt, niets doet daartegen. Dan ben je net zo schuldig, weet je. Dus dat moet je dingen zien onder dat ding van generaliseren. Ja, je doet het alleen maar om Surinamers te porren, om te zeggen van ja, maar moet je luisteren. Dit is niet goed wat er hier gebeurt. Dan heb je iemand opengemaakt, ja, en dan kan je zeggen, inderdaad. Maar niet allemaal, want ja, kijk, deze protesteren. Weet je, mensen, kritiek, ja, kom niet met dat ding van opbouwen, constructief, noem maar op, al afbreken, al dat soort onzinnige dingen, Isabi. Is larikoek, mensen, kritiek is kritiek. Weet je wat geweldig goed aan kritiek is? Gefundeerde, onthoud het goed, mensen. Gefundeerde kritiek. Ja, gefundeerde kritiek. Dat kritiek dat je hebt, heeft een bepaalde fundament waar het op gestoeld is. Dat moet je hebben. Dat, weet je. Ik heb jou laten horen over Missy Kaba die dat vertelt. Dat mensen uit de gevangenis worden vrijgelaten om allerlei criminele activiteiten te ontplooien in Suriname. Ik heb je laten horen van, ja, deze mensen werken ook samen met de politie om die daden uit te voeren. Ja, maar in Missy Kaba zeg je van, ja, ik wens die man veel succes. Dat van die arrestatieteam die dat cocaïne gestolen heeft. Ik kreeg ook een paar apps waarbij die appers zeggen van, moet je luisteren. Kijk maar, ja, is waar. Politie is vaker hiermee geconfronteerd. Van, moet je luisteren, kijk naar jouw eigen mensen stelen. Weet je, mensen, dus ja, moet je je mond houden of moet je daar wat over zeggen? Zodat jij een klein bijdrage kan leveren aan dat ding om te zeggen van, ja, maar ja, we moeten wat aan doen, want de politie die gaat zijn boekje te buiten. Isabi, je sabi zou met die toch? Alle man zou tijdig, ja, maar je afrontoes en dan naar is dat je bent racistisch en discriminerend bezig, al dat soort larikoek dingen, mensen, weet je. Ik wens je veel succes. Ik ga je veel succes wensen, Isabi. Je ziet een mooi toch voor Ben. Het was niet goed wat ze deden, Isabi. Maar look hoe lang de man daar straf of zo. Weet u. Kijk, ik weet het niet. Maar ik vind dat het niet moet kunnen. Wanneer een rechter in ISO komt na zoveel dagen. 40 dagen pas. Amako tijdig, ja, maar ja. Het is magertjes hoor, officier. Ik ga die man vrij moeten laten, want ik zie dat niet. En die officier van justitie was niet in staat om dat ding binnen oogwenk te zien. Van kijk, ik kan niet met dit soort aantijgingen bij een rechter terecht. Omdat ja, ik kreeg nooit een veroordeling daaruit. Ja, maar je houdt die man toch gevangen als gevangene. Nou man, dat... Ik vind dat deze officieren ja, een flinke straf moeten ondergaan, weet u. Want je bezoedelt gewoon het Openbaar Ministerie, weet u. Mensen, ik heb het ook gehad over dat goud. Weet u, Santokie zegt van ja, er blijven hardnekkige berichten komen uit het buitenland. Om te zeggen dat ja, goud gesmokkeld wordt via Suriname. Ja, goud wordt gesmokkeld, maar door autoriteiten. En het Chimang. En normaal ik Brunswijk naar Bordeaux. De Maigua Dubai. Nee, Missy Kaba gaat. Weet u, Missy Kaba zegt gewoon, moet je luisteren. Hoe ik ze naar Dubai? Hij is zo geïmponeerd door Dubai. In die tussentijd weet hij niet dat hij net als Congo zijn eigen volk uitbuit en de vernieling instuurt. Alleen maar om dat goud daar te krijgen. En die Arabieren, die lachen zich rot. Weet je, die lachen zich gewoon rot. En wij kletsen over slavernij, mensen. We kletsen over slavernij. Kijk maar wat er in Congo gebeurt. Ja.
En wij willen niet zien wat er op de grootvelden bij ons gebeurt. Ik zeg, ja, maar ja, dat is normaal. Omdat ik Gwent Engbaf zie. Is goed als je dat normaal vindt, weet u. Maar ik had u ook een programma laten horen van die binnenlandbewoners, die jongens. Denk, van de man, lok, denk, jong meisjes. Ik denk, dat je bent jong en je bent een beetje naïef. Een beetje, ja, pas aan het puberen. Ja, dan bij het en oude opgeschreven. In Isodemazie, in een Goetheveld, in een bordeel. Ja, is op de Maikarazan cabaret toch, dat in het binnenland. Maar ja, mensen in Suriname, je moet je mond houden en het zomaar zien. Is dat of je maakt je mond open. Weet u, ik zeg je eerlijk, ik laat mensen aan het woord zonder ze te vragen. Weet u, alles wat ze gezegd hebben, hebben ze niet aan mij verteld. Ze hebben het gewoon verteld aan de gemeenschap. En dat heb ik je laten horen. Weet u, even kijken naar nog twee laatste app. Hallo mensen, dus als ik het goed begreep, geld. Het legaliteitsbeginsel niet in Suriname. Bedankt voor uw programma en tot de volgende keer. Ja, kijk nou. Iemand gaat me heel moeilijk maken met legaliteitsbeginsel. Hoe moet ik aan de Surinaamse gemeenschap gaan uitleggen wat legaliteitsbeginsel is? Weet u, ik heb een apper die met de juridische termen schermt. Maar mensen, legaliteitsbeginsel, hè. Als ik jou die Latijnse naam ga zeggen, Allah sanam obi lafo denki doti, ja, neula puna sine crime, legi, ja. Dus, geen wet, if you know one wet, alles wat je strafbaar wil stellen, alles aan zijn wat strafo, je moet schrijven voor zit op papieren. Dat is legaliteitsbeginsel, ja. If you no schrijft dat jij mag geen fietsen stelen, dan in no schrijving, ja, dan mi voor je fiets, dat je no kan straf me, tak ja, mi, ik voor mijn fiets, ja, maar pas schrijf je dat mi no mag voor je fiets. Je moet het op papier hebben gezet dat het verboden is. Waarom? Omdat de gemeenschap moet weten wat mag en wat niet mag, ja, want je hoort vaak toch, ja, jij behoort je eigen wetgeving te kennen. Als je in Suriname bent, zeg je ja, maar je bent een Surinaamse burger, jij behoort de Surinaamse wet te kennen. Ja, hier zo stelen we geen fietsen. Weet je mensen, ja, waar staat het dan? Het staat geschreven, kijk maar. Hier, wetboek van strafrecht. Wetboek van strafvordering heeft het ook, weet u. Strafvordering vindt alleen bij wet plaats. Wat houdt dat in? Alleen bij wet plaatsvinden. If one wet no de, weet je, dan, maar dan welke wet? Wet van de formele wetgever, het parlement, de assemblee plus de regering. Ja, die maken wetten. Dat noem je formele wetgeving. Weet je, is, if de man dat noem ik one wet. Ik kan met staatsbesluiten aan de zandertje, maar dat zijn wel wetten. Maar je noemt ze geen formele wetten, ze zijn materiële wetten. Je zou weten, maar ik ga jou niet voor dingen daarvoor. Als ik die, het is anoniem, hè. Je zou weten, zei actie me over als aan dat ik hier, dus in Suriname, even goed krijg, hè, hoor. Hallo meester, dus als ik het goed begrijp, geldt het legaliteitsbeginsel niet in Suriname. Bedankt voor uw programma en tot de volgende keer. Ja, heel leuk. Ja, legaliteitsbeginsel. Ja, goed zo. Eerst zie ik de beste wensen voor het nieuwe jaar. Vooral een goede gezondheid toegewenst. Vooral ook heel veel succes met uw praatprogramma. Ja, dank je. Even kijken. Die gasten van de NDP hebben allemaal boter op hun kop. Ze vluchten omdat ze te veel gewetensbezwaren hebben. Die illustraanse NDP'ers hebben het nog niet door. Ze blijven maar liegen. En aantijgingen naar voren brengen. Die boeven. Kijk naar Akimbo toch. Groetjes Herman. Ja, die in de stand zijn. En die peers. Ik heb geen medelijden met zo'n mensen. Isabi, Amsat, Abdul. Hoe heet die?
Kesha Prasad, Gangaram Pandey, Doekie vooral. Mensen, als ik een boek openmaak van Doekie, en ik snap niet waarom programmamakers daar niet op ingaan, wat die man allemaal bij elkaar heeft gestolen van Suriname, je houdt het niet voor mogelijk. Weet u, Isabi, die man zijn wan en misdaden wat hij gepleegd heeft, weet u, is heel erg. Parmisser, oh god, weet u, meneer Algo, meneer Likaram Surjan, allemaal. Als je ziet wat ze allemaal hebben uitgehaald met Suriname, je schaamt je rot, mensen, Isabi. Maar, mensen, het is 9:30 geweest. Ik zie nog een laatste persoon appen. En ja, ik ga ze even kijken hoor of zijn app. Hij blijft typen, weet u. Oh, is onze man die me altijd vraagt om te saboteren. Nou, doe wat aan dat die jongen, Isabi, want ook is zo'n probleem. We mogen niet oproepen tot geweld, want dat is strafbaar. Dus if je actie is aan, zie je, ik kom moeilijk. Even kijken hoor. Meester Zing, bedankt en tot zondag. Op tijd komen graag. Groet, sabotage. Ik ben ook op tijd, je saboteert me nog. Nee, ik vind het leuk. Maar mensen, inderdaad, zondag ben ik er weer om 1:00. Ik ga jullie danken voor jullie tijd en jullie aandacht en voor jullie apps en die dingen. Mensen, stay well, Isabi toch. Binnen de korte tijd gaan wij in aanmerking komen voor een vaccin om geprikt te worden. Isabi, dan kunnen we weer de draad oppakken. Dus laten we rustig blijven. We horen naar de regels, want zo, voor zover ik het zie en hoor uit de berichten, na 19 of 18 januari, de lockdown gaat toch verlengd worden. Isabi, dus begin daarop, ja, een beetje te anticiperen. Weet je, dat iets langer gaat doen. Maar de vooruitzichten zijn goed, want ja, er wordt vanaf morgen, woensdag, wordt er al ingeënt. Ja. En ja, laten we hopen dat alles goed komt en zo. En ik ook, ik ben vreselijk voorzichtig. En daarom zeg ik ben de directie van Standvast ook dankbaar. Kijk, de man, Reiniga, hier studio, Krima Zanina, de man. Je voelt je veilig. En zo hoort het ook, Isabi. Want mensen begrijpen dat niet. Kijk, je praat, hè. Je praat in een microfoon. Dat heeft ook een spons. En al dat soort dingen. Maar wanneer ik klaar ben om te praten, dan komt er een ander. En Isabi toch. Laat me eerlijk zeggen, ik ben niet zo geweldig. Nou, ik kwam brandweer, je spoeit die, dan ga je me voor. Weet je, Isabi, in zijn obetak, jonge man, die zijn flit. Isabi zijn een flit, toch, bij Kiri, kalakken, vrije, dan aan spuitbus. Weet je. Dus, wanneer ik hoorde, ja, maar ja, wat kan je dan corona vrijmaken, ja. Ik wens je veel succes, want je kan een hoop doen om die virus een beetje te interdammen, Isabi. Maar ook een hele slecht bericht vandaag voor het eerst. Is er een baby, weet je, gestorven aan corona. Alleen, er wordt wel bijgezegd, ze had wel een onderliggende chronische geboorteafwijking. Maar er is één kindje, een baby, weet je, komen te ontvallen door corona. Want ja, ze kijk. Met die chronische geboorteafwijking die ze had, kon ze gewoon vrij leven. Maar ja, met de corona erbij is het niet het geval geweest. Isabi toch, mensen. Dus ja, is heel vervelend. Laten we goed voor onszelf zorgen, mensen. Kuno Dudong, wij zijn Surinamers. Laten we een goed voorbeeld geven van hoe het wel moet. Ja, en ja, laten we het uitdragen naar de Surinamer ook, Isabi. We maken geen onderscheid. If one kuliman doan sani, karamaning, weet je, en noem hem en benoem wat hij verkeerd heeft gedaan. Want Krioro, noem het ook. Weet je, wat is discriminatie? Wat koop je ervoor? Weet je, ja, moet je luisteren. Kijk nou, ik heb daar geen tijd voor, Isabi. Weet ik aan altijd toch? Sernana wan brom tijari, ja. Dat man taki, je hebt Dalia, je hebt Roos, je hebt Aster, je hebt Senia. Je hebt van alles.
Maar het moment dat je gaat zeggen, ja, maar Mina Mandalia, ja, dan maak je onderscheid. Ja, en het trouwen aan Roes, het trouwen aan ja, Senia, of het trouwen aan Karel Lopse, ja. Ja, trouwen aan standvaste mensen, Isabri, standvaste aan een broemtje toch, weet je. Dat soort dingen ga je krijgen, ja. Maar we kletsen wel dat we nu nou een broemtje jaren, verschillende dingen. Maar wanneer je dat verschil gaat bespreken, ik vind een dahlia gewoon een prachtige, mooie bloem. Weet je, tegen de koffie ja. En je gaat de voorkeur hebben, toch? Ja, dan geef maar die dahlia boven dat roos. Minder op de roos, weet je, met bijna dahlia. Is toch prachtig, is toch mooi, mensen, dat er verschillen zijn. Verschillen, accepteer het nou. En er staan er verschillen van Kriolen, Kriolen verschillen van Chinezen, Chinezen verschillen van Hindustanen, Javanen verschillen van Indianen, Indianen verschillen van iedereen. Weet je, en zo gaat het maar door. Accepteer voor eens en voor altijd dat die gedachtegang die we vroeger hadden, om te zeggen we zijn één, we zijn Surinamer, het is er niet. Suriname heeft geen volk. Suriname bestaat uit volken, heb ik gezegd. Hoe eerder je dat accepteert, ik kan tegen alles zeggen, hey, de hel met dat ding, ben daar, don dat, de hel met dat, weet je. Ik ben Hindustan, jij bent Kriool en dat soort dingen. En samen vormen we één natie, Suriname, weet je. Niemand gaat niets toe-eigenen. Niemand gaat dat doen. We vormen samen een natie, weet u. We hebben zoveel dingen geprobeerd. En als je iets geprobeerd hebt en het is niet gelukt. Suriname, one people. Allemaal bij me, kipchanga, alles maar. Om in Dogra geboren. Look hoe ze dit Dogra doen. Weet je. Kijk maar met je ogen. Zodat ik bij Piripiritjus. Dat een man vindt dat ja, ze moeten een bevoorrechte positie krijgen. Weet u, ja. Sorry. Je hebt het niet goed gedaan. Dus ja, we gaan terug naar af. Weet u. En het heeft niks en ook niks met discriminatie te maken. Het heeft te maken met acceptatie. Acceptatie van wie je bent en waarderen van wie je bent. Niet een minderwaardigheidscomplex gaan aanpraten. Dat moet je niet doen. Weet u, moet je totaal niet doen. Niemand is minder dan een ander. Iedereen is gelijk. En ik zeg je, dan ligt die chat toe. Het is allemaal langer. Ja. Wat doe je daartegen? Niets toch? Weet je, ja. If you shut to het allemaal lang, wat dan? Maakt toch niet uit. Weet u mensen, dus daarom zeg ik, kijk, als je dat soort dingen kan accepteren, moet je dat andere ook accepteren toch? Ja. Maar dit zijn Chinezen. Dat zijn, hoe heet het, Europeanen. Ja, Europese ras. Je hebt dat Mongolo-wide ras, je hebt Negro-wide ras. Anomie Mekeng, wetenschap toch mensen, weet u. Heeft dat gemaakt, dan is dat hij Isabi. Maar, nogmaals, ga niet op die tour. Je bereikt er niks mee. Het is een oeverloze, zinloze discussie, weet je. Ik zeg, hoe eerder je dingen accepteert, hoe sneller je de draad kan oppakken om verder te gaan. Vele zaken hebben ons achtergehouden. Waarom? We blijven kletsen erover. Vandaag heb ik je dat voorbeeld laten zien. Weet je, over slavernij. Weet dat, over slavernij. Maar kijk wat er gebeurt met datzelfde bedrijf. Die Kalotti. Zij doen in Congo. Met slavernij. En wij in Suriname. Die het niet zien. Want kijk nou, if you can, doe zoals dan naar Congo. Wat denk je dat er in Suriname gebeurt? Laten we blij wezen dat er politici zijn in Suriname die gelijk hier zo op inspringen en zeggen van ja, maar moet je luisteren. We willen dat niet. We willen dat niet. Ja. Hoe kan je zo'n bedrijf aannemen terwijl je weet dat die jouw eigen soort mensen de slavernij induwt? Kijk maar in Suriname ook, kijk maar in Congo, weet u. En dan, je dacht, ja, maar ja, dat ding is een feit. Nee, de UN-rapport moet je lezen daarover, weet u. Mensen,
Dat heb ik proberen uit te leggen aan de Sanlati. En ja, die meneer Andoyo, Rusland, die komt. Ja, dat zijn de prudentials van die mannen. Weet je, ze zijn geaccrediteerd hier, dat. Hongkong, ja. Ten meer in Hongkong, dat denk ik gelijk aan die 19 miljoen die is vastgehouden hier op Schiphol. Weet je, want ja, dat, want dat zijn naam bij Doezak naar Hongkong voor witwassen money. Maar dat is een ander show, mensen. Ik stop ermee. Anders kan ik uren door blijven gaan met praten. En dat wil ik niet. Morgen is weer een dag. En ik moet me gaan voorbereiden voor morgen. Mensen, ik ga jullie echt bedanken nu. En ik kap ermee. En ik zie jullie zondag aanstaande aan. Om 1 uur. Dan ga ik u van meer informatie voorzien. En ik dank jullie voor jullie tijd en je aandacht. En ik zwaai af. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.